Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet iedereen hier van harte welkom. Ook welkom aan een ieder die het op een andere wijze volgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Mijn stoel iets lager, want mijn benen bungelen. Ja. Kan je mijn stoel iets lager doen? Ik zit met mijn benen. Als je zit, kun je de knop inzetten. Ja, zo is het. Dan vraag ik de bode er even bij te blijven, want wij gaan zo weer staan. En anders schiet hij weer omhoog en zakt hij niet meer naar beneden. Mevrouw Netelbos, wij gaan met u een verhoor voeren. U wordt vandaag gehoord als getuige en als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. En dan vraag ik u te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Zorgen we ervoor dat uw stoel weer op een goede hoogte komt. Ja, zo is goed. Mevrouw Netelbos, u was 4 jaar minister van Verkeer en Waterstaat in het tweede kabinet Kok. Ook in het eerste kabinet Kok had u zitting als staatssecretaris van Onderwijs. Maar wij zoomen in op de periode waarin u verantwoordelijk was voor Verkeer en Waterstaat. Die HSL Zuid is in uw periode een heel belangrijk dossier geweest. Dat de HSL Zuid er zou komen was al besloten, ja. Voordat u aantrad. Want in 1996 stelde de Tweede Kamer het laatste deel van de planologische kernbeslissing vast, waarmee het besluit om de HSL Zuid aan te leggen definitief werd. En in uw periode werd ook een begin gemaakt met de aanleg van de HSL Zuid en speelde de aanbesteding van zowel de infrastructuur als het vervoer. In dit verhoor zal de commissie een aantal vragen stellen over de aanbesteding van het vervoer over de HSL Zuid en over de aanloop daartoe. Want u was toen als minister een van de hoofdpersonen. Dit verhoor, en zo hebben wij het in onderwerpen verdeeld, zal met name worden gevoerd door de heer Elias en door de heer Van Gerven. En ik begin ditmaal met de heer Elias. Mevrouw Netelbos, kunt u om te beginnen voor ons nog eens kort schetsen welke doelen u met die hoge snelheidslijn Zuid wilde bereiken? Waarom zouden we het eigenlijk gaan doen? Ja, nou zoals de voorzitter al zei, is daarover besloten in de periode voordat ik minister werd. In 1996 is de planologische kernbeslissing vastgesteld. En dat heeft, zoals u weet, een status van een wet. Hè, dus die ga je uitvoeren. En de bedoeling was dat het hoge snelheidsvervoer substitutie moest zijn voor vliegverkeer. Want in onze tijd was het zo dat de economie ging geweldig en uitbreiding van Schiphol was altijd zeer omstreden. Dus de gedachte was hoe meer mensen internationaal vervoer zouden kunnen hebben via spoor, met name Europees, tot en met ongeveer een range van 800 kilometer, des te beter is het. En het aantakken ook aan het Europese hoge snelheidsnetwerk zou ook heel goed zijn voor de Randstad als het gaat om het economisch hart van Nederland. Het was met name ook gericht op het internationaal vervoer en plaatsvervangend zijn voor vliegverkeer. En het is ook goed om je te realiseren dat, kijk, we hebben nu prijsvechters in de luchtvaart. Maar die waren er toen helemaal niet. Dus als je ging vliegen Europees, dat was vaak nog kostbaarder dan wanneer je intercontinentaal ging vliegen. Want het geld werd Europees verdiend. En dat ligt nu heel, heel anders. En dat maakt dus ook dat discussies over prijsstelling ook in dat licht van die tijd moet worden gezien. He, dus je had de gewone intercities, zeg maar, die een bepaalde snelheid hadden, maar niet echt heel erg snel.
Je had het vliegen en dat was voor vele mensen onbereikbaar. En daartussenin zou je iets moeten hebben wat dan ook snel vervoer zou zijn in Europa. Weet je nog wat het toen kostte ongeveer om naar Parijs te vliegen? 800 gulden ongeveer, ja. Dat was in een van die oude stukken dat een van de idealen van die nieuwe snelheidstrein ook was dat je dan brieven kon dicteren in de trein. En als je dan aankwam, dan was je brief, hele andere tijd, bijna 20 jaar geleden, was je brief klaar, kon je hem tekenen. Nou ja, dat is natuurlijk het hele vraagstuk waar we het nu over hebben, moet wel in die tijd worden geplaatst. Want ook zeg maar de sociale media en het makkelijk communiceren, daar was ook nog geen sprake van. Die wereld is natuurlijk snel veranderd, maar wij hadden te maken met de wereld van toen. Ja. Uw voorganger, minister Jorritsma, die had dus al met die planologische kernbeslissing, maar ook met een vooruitwerken aan een nota derde eeuw spoor die u uiteindelijk indient bij de Kamer komen nog op. Maar die had ervoor gekozen om die HSL Zuid, die hogesnelheidslijn, helemaal openbaar aan te besteden. En u koos er begin 1999 voor om alleen het internationale vervoer voor die HSL Zuid aan te besteden. Voor binnenlands vervoer kreeg de NS het recht van een eerste bod. Waarom koos u voor die route? Het is denk ik ook goed als u mij toestaat om even ook terug te gaan naar de positie van NS. NS was in 1995 verzelfstandigd. En dat was naar aanleiding van de commissie Wijfels, CDA-commissie Wijfels, die voorstelde om dat ook te doen en het te zien als bedrijf, hè, de NS. En het lastige daarbij was voor mij dat in die tijd in 1995 er niets geregeld was wat betreft de relatie tussen de Nederlandse spoorwegen en de overheid. Je had de spoorwegwet, maar die voldeed niet meer. En er was voor de time being, zeg maar, bijvoorbeeld geen contract gesloten. Dus op het moment dat er discussies ontstonden met de NS, was het dus heel erg lastig om op formele strepen te gaan staan, behalve dan dat je aandeelhouder was. Hè. Maar voor de rest was die relatie gekanteld zonder regelgeving. En ik heb zelf vaak gezegd dat was toch wel een behoorlijke omissie, dat zo gegaan is in de tijd. En dat verklaart ook veel van de moeizame relatie die in die tijd ontstond met de NS. Maar waarom ik zelf wel vond dat de NS een kans moest krijgen om ondershands een aanbesteding te doen voor het binnenlands vervoer, was dat ik van mening was dat wij ervoor moesten zorgen dat NS een stevige positie behield en ook verder kreeg, omdat wij verwachten in die tijd dat veel meer landen in Europa openbaar zouden gaan aanbesteden. En ik vond het belangrijk dat Nederland daar ook zijn deuntje in meezong, zeg maar. Hè. Dus dat NS ook in staat was om ook internationaal te gaan presteren, waardoor aan het eind misschien van een aantal decennia onze Nederlandse spoorwegen ook een rol van betekenis bleven spelen. Zo wou hen een krachtige positie gunnen en zorgen, ja, dat ze konden blijven houden. Was het op dat moment vanuit die optiek ook mogelijk geweest om het hele vervoer van die HSL Zuid niet openbaar aan te besteden, maar ondershands aan die NS te gunnen? Nou, het hele vervoer dat kon internationaal niet, omdat de Europese regels niet toestaan dat je voor internationaal vervoer je hele netwerk aan één organisatie geeft. De Thalie reed natuurlijk al, dus die moest ook blijven rijden. En als ik mij goed herinner, was het zo dat ongeveer 80% van het vervoer zou kunnen worden gegund aan één partij, maar niet 100%. Dus dat kon niet. En dat is natuurlijk ook logisch, want als je internationaal vervoer wil, het zou ook vreemd zijn als je een luchthaven alleen maar zou hebben voor één vervoerder. En in dat perspectief was ook de internationaal vervoer geregeld. Oké, maar de keuze was dus, er komt een vorm van aanbesteding, er komt een marktverkenning. Ja. En dan stuurt uw departement in juni 1999 het zogeheten registration document aan verschillende vervoerders. Dat is een eerste stap in de richting van de aanbesteding van het internationale vervoer. Dat is ook een uitnodiging aan de NS om als eerste en enige bod te doen op het binnenlands vervoer. Ja. Voorafgaand, daar wil ik het graag even met u over hebben, aan het uitsturen van dat registration document, informeert u de Kamers nogmaals dat u voornemens bent om op 10 juni dat document uit te laten sturen. Was het de Tweede Kamer op dat moment eigenlijk duidelijk dat met het uitsturen van dat document een proces werd gestart waar je daarna niet zomaar weer van af kon werken?
of het de Tweede Kamer duidelijk was. Dat, dat moet u natuurlijk aan de Tweede Kamer... Nee, maar ik vraag nu aan u of u toen wist dat de Tweede Kamer dat wel door had of niet door had. Ik denk, ik acht de Tweede Kamer altijd hoog. Dus als er mededelingen worden gedaan, dan hebben zij natuurlijk wel door hoe dat zit. En of ze daar altijd mee eens zijn, is dan vervolgens natuurlijk vraag 2. Maar wat onze positie betrof, ging het om het binnenlandse vooronderhands gunnen aan de NS. En het internationale vervoer moest dan worden aanbesteed. Nee, ik vraag het daarom, omdat er op een gegeven moment een debat of een algemeen overleg met u is als minister in de Tweede Kamer, 15 juni 1999. En dan wordt er ook een motie ingediend. En die motie is van het lid van Gijzel, van de Partij van de Arbeid. En daar staat dan in, allemaal goed en wel, interessant, marktverkenning, maar er moeten geen onomkeerbare stappen worden gezet. Ja. Dat stond er in die motie. Ja. Terwijl je, als je er naar terugkijkt, moet vaststellen dat met het starten van die... Nee, sorry, met het uitgaan van het registration document eigenlijk de aanbesteding al was gestart. Nee, dat is een tamelijk onomkeerbare stap, zo lijkt het. Nee, dat werd toch anders gezien. In de hele fase van aanbestedingen waren altijd go- en no-go-momenten ingelast. Hè? Dus je doet een stap, je bespreekt die stap en dan beslis je of je weer een stap verder gaat. Dus zeg maar, natuurlijk als je een procedure ingaat, dan kun je daar niet luchthartig zomaar mee stoppen. Hè? Dat klopt. Dat zal nog blijken. Daar komen we ongetwijfeld over te spreken. Maar het is ook zo dat er iedere keer natuurlijk wel een moment is waarop je bepaalt of je verder gaat of niet. Maar die toezegging van u aan de Kamer, we gaan geen onomkeerbare stappen zetten, die werd gedaan op een moment, dat kunnen we dan toch feitelijk vaststellen, dat de aanbesteding voor het buitenlandse vervoer in gang werd gezet. Ja, maar dat was nog in een verkennende fase, als ik mij goed herinner. We zaten nog zeg maar in de fase van uitnodigen en kijken of er sprake was van belangstelling. Nou, u merkt op in dat Kamerdebat dat die motie alleen maar betrekking heeft op het internationale vervoer. Ja. En u kwam met die motie uit de voeten, zegt u, want op geen enkel vlak wordt voor het binnenlands vervoer een onomkeerbare stap gezet. Nou is het natuurlijk zo dat als de Kamer die uitleg van u accepteert, dan is dat zo. Ja. Maar nogmaals, terugkijkend, toen werd er wel al daadwerkelijk een richting gekozen met die aanbesteding, feitelijk. Ja, maar kijk, we hadden een traject uitgezet waarvan het de bedoeling was dat in 2006 er treinen zouden rijden. En we hadden natuurlijk niet eindeloos de tijd om niets te doen. Dus dat betekende dat stap voor stap er stappen werden gezet, ja. Maar dat betekent ook dat de Kamer altijd goed is geïnformeerd. Het was ook een groot project, hè, dus dat betekent ook dat de Kamer zeer gedetailleerd op de hoogte werd gesteld van de fase waarin het groot project zich bevond. En ik heb niet het idee, ook niet als ik de enorme pakken papier bekijk die ik weer eens even door heb mogen lezen, dat er een gebrek was aan communicatie met de Kamer. Goed. Dan komt de NS tot vele verrassing met een soort totaalbod. En daar gaat de heer Van Gerven u een aantal vragen over stellen. Maar ik wil eerst toch nog even stilstaan bij de discussie die er toen ook was. Over het wel of niet verplicht zijn van het openbaar aanbesteden van het binnenlands en buitenlands vervoer. Ik citeer even een stuk uit die tijd. We behoren bij de nota derde eeuw spoor, waar uw handtekening onder staat. En daar staat, is van 19 mei 1999. En daar lezen we, om speciale rechten te kunnen verlenen voor internationaal vervoer op NL grondgebied, moeten deze rechten conform het EU-recht openbaar worden aanbesteed. Samenvattend, u stelt daar, voor dat internationale deel, dat moet openbaar worden aanbesteed. Maar daar werd toch wel wisselend over gedacht. Kunt u toch nog eens even daarop ingaan? Klopt het wat u daar hebt opgeschreven? Ik heb ook in de stukken gezien dat ik later uitdrukkelijk heb gezegd, er is geen plicht tot openbare aanbesteding Europees op het Nederlandse deel. Hè? Maar er is wel sprake van het niet eenzijdig mogen gunnen
van het vervoer op het internationale deel aan één partij. En, u zegt, het gaat dan om het openbare, of nee, het internationale deel. Internationale deel. Ja. En het binnenlandse deel, daar is sowieso geen plicht tot openbaar aanbesteden. U zegt, er is wel een plicht tot openbaar aanbesteden voor het buitenlandse deel. Nee, dat hoeft niet. Je kan ook natuurlijk het gunnen aan partijen die dan ook gebruiksvergoedingen betalen, wat natuurlijk veel gebeurt in landen. Maar het is niet zo dat een land, Nederland, zeg maar, op het internationale voer aan één partij het absolute recht mag geven voor een langjarige periode. Dus dat kan, als ik me goed herinner, alleen maar per jaar. En dat gaat dan gewoon via het geven van treinpaden, slots, zoals het in het jargon heet, waardoor men mag rijden. Ik ga even, in relatie tot deze discussie, ga ik naar de oranje combinatie. Daar komen we later natuurlijk nog uitvoeriger over te spreken. Maar daar bent u of uw ministerie is in overleg met NS en KLM en Schiphol om, laten we zeggen, de HZL te exploiteren. En dat is zowel voor het binnenland als het buitenland. Ja. En dat zou u, en dat was een plan van u, om dat eventueel onderhands te gunnen. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot wat we zojuist hebben besproken, dat je internationaal dat niet mag gunnen? Omdat dat niet voor 100% van het vervoer gold internationaal, maar voor 80% van de capaciteit van het netwerk. Dus dat betekende dat ook andere partijen nog op het hoge snelheidsnetwerk konden rijden, zoals het Thalys bijvoorbeeld. Ja, en dan kom ik terug op mijn begincitaat. En dat moeten we dus zo lezen, dat voor het buitenlandse deel het wel onderhands gegund zou kunnen worden. Maar je moet dan een gedeelte, bijvoorbeeld 20%, openlaten voor eventueel voor andere spelers die willen rijden. Ja. Oké, okay, dan is dat punt duidelijk. Dan ga ik met u even kijken. Naar het Intercity Max-bod. Ja. Dus het eerste bod van NS en dat betreft dan uiteraard het binnenlands vervoer, waar u gezegd heeft tegen NS, u mag daar een bod op doen om dat te mogen exploiteren, het vervoer daar te organiseren. En dat Intercity Max bod, dat voldeed niet aan door de staat gestelde eisen. Ja. En nou was uw departement was vooraf op de hoogte dat NS, zeg maar, een niet ontvankelijk bod, wat niet aansloot bij wat u vroeg, zou indienen. En wij begrepen ook dat er daags voor indiening van dat bod een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de heer Timmer, de president-commissaris van NS, en premier Kok. En u zou dat gesprek hebben aangeraden. Klopt dat? Nee, dat denk ik niet dat het geval is. Tenminste, die herinnering heb ik niet. Wat had ik ook dan moeten doen? Wij hadden op zichzelf gaven wij een preferente positie aan de Nederlandse spoorwegen. Wat betreft het vervoer, binnenlands vervoer op de HZL. En het is wel zo dat ik heb zeker één keer met de heer Timmer zelf gesproken over wat zij van plan waren. Dat was voordat het ingediend is, werd, ja. En ik weet nog dat een vrij onaangenaam gesprek was. Hij deed zijn colbert uit. Hij had van die brede bretels met doodskoppen erop. Dat was volgens mij een statement. Zo begreep ik dat. En hij ging ons uitleggen dat wat wij vroegen, dat niet de bedoeling was. Namens de NS. Maar het is wel zo dat de Nederlandse staat had voor 6 miljard een spoorlijn aangelegd en de Nederlandse staat deed een uitvraag voor het vervoer op het hogesnelheidsnetwerk voor het binnenlands vervoer. En dan kan NS wel de mening zijn toegedaan dat zij het over hele andere dingen wil hebben, maar dat was hij niet gevraagd. Dus hij wilde dat wij meegingen in hun redenering. En ik bleef zeggen, nee, wij willen de hoge snelheidslijn zien als een aparte entiteit. Ook omdat het belangrijk was dat men niet ging boemelen op het hoge snelheidsnetwerk. Want het risico is als je het vervlecht met het kernnet dat gaat gebeuren. Nou, kijk ook naar de huidige stand van zaken, dat is ook nu gebeurd.
Dat wilden wij voorkomen. En wij wilden ook het zo organiseren dat na de concessieperiode van 15 jaar je opnieuw een concessie in de markt kon zetten en dan kijken wat de beste vervoerder was. Ja. Dat vroeg om het apart benaderen van het hoge snelheidsnetwerk. En daar wilde NS niet in meegaan, maar wij waren daar de vragende partij. Dat heeft u de heer Timmer duidelijk gemaakt. Ja. Wanneer was dat gesprek met de heer Timmer? Nou, ik weet het niet exact meer, maar het was in ieder geval wel een periode voordat uiteindelijk... Maar was dat één week, één maand, nee, twee maanden? Nee, ik denk langer. Maar dat is niet vastgelegd. Dus dat is natuurlijk wel 18 jaar geleden zo ongeveer. Nee, maar ik begrijp dat. Maar toch, om het heel helder te krijgen, het was toch wel ruim voordat dat bod werd gedaan. En dan moeten we eerder in maanden dan weken denken. Ja, denk zonder. Maar hou maar ten goede, heel exact weet ik dat. Want er is geen, staat niks vast, van op papier, nee, het is niet vastgelegd. Dat was een gesprek wat. Waar heeft u dat gesprek gevoerd? Was dat op het ministerie? Bij mij op de Kamer. Was op het ministerie. Ja. Dus het ministerie was op de hoogte. Nee, niet je van het feitelijke bod. Je hebt altijd de hoop dat iemand die een bod moet doen op een uitvraag, dat die luistert. Ja. Maar dat gebeurde niet. En u kunt zich niet herinneren dat u nog de suggestie aan... Nee, dat heb ik zeker niet. ...gedaan om... stuur nog eens een brief of ga nog eens praten met de minister-president. Nee, wat had Winkel dan moeten doen? Dat weet ik niet, dat vraag ik u. Ja, dat zou ik ook niet kunnen verzinnen. U zegt, u heeft dat niet gedaan. Niet dat u weet. Mocht de minister-president van NS hebben gesproken of de voorzitter van de Raad van Commissarissen met minister Kok, dan is dat niet op uw initiatief gebeurd. Nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. En ik weet dat het gesprek is geweest en ik weet ook dat de heer Kok toen heeft gezegd, ga maar naar de vakminister. Ja. Nou, heeft Kok u een brief gestuurd naar aanleiding van het gesprek met Timmer? Kunt u zich dat herinneren? Heeft hij mij een brief gestuurd? Zeker. Oké. Okay. En in die brief staat dat hij, dus Kok, u bedankt dat meneer Timmer bij hem is langs geweest. Oké. Okay, nou, zit eigenlijk niet in mijn dossier, dat hoort u wel. Achten we het toch dan aannemelijk als de toenmalig minister-president dat in een brief aan u schrijft, dat u toch zelf die suggestie heeft gedaan? Dat moet dan haast wel, maar nogmaals, ik heb dat niet na kunnen lezen en ik weet wel dat dat gesprek met Kok geweest is. Ja, goed. Dat, goed, u zegt, u wilt dat dan aannemen, want u hoort dat nu. En wat heeft minister Kok tegen u gezegd? Want die brief kunt u zich wel herinneren. Want het ging over het gesprek. Kijk, wat relevant is in deze is toch dat met betrekking tot het standpunt van de ministerraad, hè, want al dit soort onderwerpen zijn in de ministerraad besproken, dat het ondershands gunnen van de NS van het binnenlands vervoer, dat belangrijk was voor NS vanuit mijn perspectief. Ik heb daar zeker ook met Kok van tevoren over gesproken dat ik dat wilde, want mijn voorganger keek daar anders tegenaan. Annemarie Jordertsma. En ik weet ook nog heel goed te herinneren dat ik naar het torentje ben gegaan en gezegd, Wim, ik wil heel erg graag NS een stevige positie geven. En ik wil niet te boek staan als iemand die NS geen kans heeft gegeven. Maar heeft minister Kok u gevraagd om nog eens serieus naar die aanbieding van NS te kijken? Ja, u hoorde. Minister Kok was kennelijk toch wel... Zegt, nou, misschien zitten daar toch wel goede dingen in. Nou, u hoorde net al dat ik die brief van de heer Kok aan mij niet in mijn dossier heb. Dus ik heb die niet opnieuw na kunnen lezen. Maar één ding weet ik zeker. Als je kijkt naar wat NS vroeg in het bod. Het was niet alleen dat zij een concessie wilden voor 30 jaar. 30 jaar. Dat zij het niet alleen had over het binnenlandse vervoer, over de HSL. Maar over het hele kernnet. En dat ze ook nog... substantieel veel geld vroeg om te investeren in het railnetwerk in Nederland. Meer dan 1 miljard. En dat was natuurlijk wel heel vreemd. Als wij hadden afgesproken in de PKB HSL... dat er toch tenminste 1,8 miljard gulden, dus ongeveer 100 miljoen...
100 miljoen per jaar uit de HSL gehaald moest kunnen worden. Dan is het natuurlijk wel heel raar dat je een partij hebt die je dan geld komt vragen. Dus dat ging aan alle kanten verschrikkelijk mis. En wat dat betreft hadden wij natuurlijk ook de commissie van Wijzen die keek naar dit bod. Hè, want het is niet zo dat het departement dat alleen maar deed, maar we hadden ook een heel cordon. Landsadvocaat, commissie van Wijzen, die keken naar het bod wat werd gedaan door de Nederlandse Spoorwegen. En de conclusie was dat, dat dit volstrekt bezijde de uitvraag was en ja. Ook irreëel. Ja, goed, dat stukje met minister Kok afsluitend. U kunt zich niet herinneren of... wat u met Kok heeft vast niet tegen mij gezegd van ga dat maar doen wat NS vraagt. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, maar Kok heeft gevraagd... Tineke, kijk nog eens, zo was het geloof ik letterlijk, kijk nog eens even serieus naar dat voorstel. Want volgens mij zitten daar wel, goede elementen in, hè, laat ik het zo formuleren. Goed, u heeft gezegd, ja, maar het was zo niet wat wij vroegen. U hebt dat geschetst. En Kok heeft uiteindelijk in de ministerraad natuurlijk ook standpunt betrokken. U heeft, toen heeft u of uw ministerie allerlei extra informatie gevraagd over... En wat is er toen gebeurd? Want u bent wel in gesprek gegaan toch met NS om het bod te laten toelichten. Ja, wij hadden de hoop op het departement dat, dat men toch begreep dat het heel serieus was dat men zich moest houden aan datgene wat gevraagd werd. Sterker nog, want uw projectorganisatie, Korf en de Zijne, die zei er nadrukkelijk van luister, dit is... dit is niet wat wij vragen, dus kom met aanvullende informatie. En ook de commissie van Wijzen en ook de landsadvocaten, dus het hele cordon wat, wat om dit proces heen gebouwd was. En wij hadden sterk de verwachting dat, omdat ook de hele raad van commissarissen aanwezig was bij de presentatie van het bod, dat, dat men had geluisterd en dat men dus met een ander voorstel zou zijn gekomen. Ja. En dat was niet het geval. Daar was u erg verrast door. Ja, daar was ik heel erg verrast door. Wat vond u eigenlijk van die houding van NS? Ja, ik vond dat onbegrijpelijk. Want als iemand vraagt om een bod te doen op bepaalde condities. Gerrit Salm zei net al van als je je huis wil laten schilderen en ze willen ook vervolgens je keuken verbouwen, dat is toch wel een hele vreemde zaak. En dat men niet begreep dat de overheid menens was dat als je iets vraagt, dat daar ook een serieus antwoord op komt op datgene wat je gevraagd hebt. En ik heb dat zelf later ook wel verklaard door het feit dat NS was natuurlijk heel lang een echt klassiek staatsbedrijf, was in 1995 verzelfstandigd, wilde ook, dat werd een en ander maal naar mij gezegd, naar de beurs uiteindelijk. Maar het gedrag van het bedrijf was nog wel echt van een ouderwets staatsbedrijf. Dus men had zoiets van, ja, maar als wij toch vinden dat het anders moet, dan gaat de staat in Nederland wel akkoord. Oké, dat was toch een soort arrogante houding? Het was een ingeslepen gedrag van een eeuw, denk ik zelf. Oké, het gedrag van een eeuw staatsbedrijf. Ja. Nou, zei Timmer, want u hebt hem gehoord, dat er wel op hoogambtelijk niveau overleg is geweest tussen NS en het ministerie. En dat NS daaruit afleidde dat het wel kon. Nee, dat, maar dat is volgens u niet juist. Dat kan ik mij niet voorstellen, omdat in de communicatie naar mij toe, commissie van Wijzen, landsadvocaat, projectleiding... een hele andere positie werd betrokken. Die adviseerden van dit bod is niet goed, niet ontvankelijk. Dit is niet compliant, nee. En de commissie van Wijzen onder leiding van de heer Scheepbouwer van KPN... was uitdrukkelijk van mening dat dit niet kon. Niet kon. U had echt ook met de Tweede Kamer te maken. Zeker. Die stond daar anders in, want die wilde graag dat de vervoersconcessie... voor de hele HSL Zuid bij NS terecht zou komen. En leidt dit nou tot het voorstel om NS toch een tweede kans te geven? Van uw zijde uit. Het is zeker zo dat in de hele afwikkeling van de aanbesteding... de positie van de Tweede Kamer natuurlijk van groot belang was. Want uiteindelijk moeten zij ja zeggen of nee tegen een voorstel. Want het laatste woord is altijd aan de Kamer. En ik had te maken met een Tweede Kamer die in meerderheid van mening was... dat de Nederlandse Spoorwegen een hoofdrol moest spelen op de HSL Zuid. En
Dat maakte ook dat toen NS een bod deed dat niet geaccepteerd werd, er door mij ook in de ministerraad is voorgesteld om ze nog een kans te geven. En om dat snel te doen. He, want op zichzelf hadden wij ook te maken met partijen die wellicht wel of niet geïnteresseerd waren. En wat niet kan is dat door om het maar zo te zeggen, knullige procedure, daar ideeën ontstonden van dat het allemaal niet serieus was daar in Nederland. Dus belangrijk was dat op hele korte termijn NS zou laten weten of ze alsnog akkoord zou gaan. Ja, ja. En tot mijn stomme verbazing hebben ze totaal niet gereageerd. En dat is volgens mij een enorme fout geweest, omdat men heeft helemaal niet ingeschat dat een minister van Verkeer en Waterstaat, ik dan in dit geval, ik was wel pro-NS. Ik wilde heel graag dat NS dat ging. Ik had een beetje hetzelfde gevoel dan de Tweede Kamer. Maar het kabinet, ook in het vorige kabinet daarvoor, waar veel van die spelers nog steeds in het kabinet zaten, werd heel anders gedacht over deze zaak. En je zou toch mogen verwachten. Maar hoe bedoelt u heel anders? Nou ja, van het openbaar aanbesteden versus onderschans. Nee, maar een meerderheid van de Kamer was... maar ik had het nu over het kabinet. Van het kabinet, oké. Nee, de meerderheid van het kabinet was voor aanbesteden. En een meerderheid van de Kamer voor gunnen. Voor NS. En de minister van Verkeer en Waterstaat vond dat ook op zichzelf een goede benadering. Ja. Deed haar uiterste best om te zorgen dat NS het vervoer kreeg. En tot mijn stomme verbazing hebben ze dat tot twee keer toe nogal verprutst, om het maar zo te zeggen. Daar was u heel erg over verbaasd, dat ze dat tweede... Teleurgesteld ook, ja. Ook, en teleurgesteld. Maar u vond op zich zelf, vanuit uw eigen positie, dat ze nog een tweede kans kregen, wat een beetje in lijn was met de Kamer wilde. Ja. Dat vond u aanvaardbaar? Dat heb ik zelf voorgesteld. Hebt u zelf... Ja, maar dat kan zijn... omdat u daar zelf ook achter staat, of meer onder druk, zeg maar, van de omstandigheden. Als je er niet achter staat, moet je het ook niet voorstellen, natuurlijk. Maar je kunt wel eens ooit tot iets gedwongen worden. Waar je zegt van, ik had zelf liever iets anders gedaan. Dat is later gebeurd, maar in dit Dit was nog niet. Heel conform u. Goed, ik geef even het woord aan de heer Elias. Ja, ik blijf nog heel even hangen bij dat gesprek van de heer Timmer met de heer Kok. Daar zitten toch een paar open einden waar ik u nog iets over wil vragen. De heer Timmer heeft hier verklaard, ik weet niks meer van dat gesprek. Ja, maar het is wel geweest. Het is wel geweest. Ja. Dat blijkt ook uit een brief van de heer Kok aan u, waar u geen herinnering meer aan heeft. Die heb ik dan weer niet in mijn pakketje. Nee. Ja. Maar de commissie wel. En uit die brief blijkt zonder klaar dat het uw suggestie was dat er nog eens een keer met de heer Timmer zou worden gesproken door de heer Kok. Dat hij ook blij was met dat gesprek en dat hij vervolgens aan u vroeg, kijk nog eens heel serieus naar dat bod, ook al wordt er een vormfout gemaakt. Dat herinnert u zich niet? We hebben het dan over dat IC Max bod dat zo veel te ruim was in relatie tot de vraag die gesteld was. Kijk, wat voor mij belangrijk was als minister, want dit soort grote zaken zijn zelden aan de orde. En wij hadden een hele ring van experts georchestreerd om ervoor te zorgen dat de Nederlandse staat geen fouten maakte. Dus de landsadvocaat in een hele zware rol. Een commissie van wijzen benoemd die vaker met dit bijltje hadden gehakt. Hè. Dus de heer Scheepbouwer als voorzitter die toch de post succesvol naar de beurs heeft gebracht. Dus dat was heel belangrijk wat die ervan vonden. En vervolgens hadden we ons projectteam. En uiteindelijk wordt er dan een keuze gemaakt. En ik vind wel dat als je kiest voor een bepaalde aanpak waarbij het niet de bedoeling is, en dat vond ik zelf ook, dat het hoge snelheidsvervoer zeg maar verweven werd in het kernnet, waardoor het risico dat het gewoon intercities zou worden, laten allemaal bevestigd. Hè? Maar toen waren wij daar al bang voor dat het zou gebeuren. Dat moest niet gebeuren. Dus het moest als een apart spoornetwerk worden georganiseerd. Dus wat zij voorstelde was zo anders. En ik heb in ieder geval, ook als Alcock dat geadviseerd hebben, niet gedacht dat gaan we doen. Het is duidelijk, de minister-president adviseerde u dat, maar u had een ring van adviseurs. En, nam natuurlijk ook de beslissing. En vervoerskundige argumenten om het bod niet te accepteren. Ja.
En ook zonder enig overleg. En dus moet onjuist... Zonder overleg met de NS daarover? Nee, er is met de NS natuurlijk constant overleg door mijn medewerkers. Ik ben niet precies genoeg. Ja. Ik bedoel te vragen wat de heer Timmer zei. De heer Gerf had het er ook kort over. Dat er contact was op hoog niveau tussen de NS en de Verkeer en Waterstaat. Om precies te zijn, de heer Van Egen, die toen nog bij de NS werkte, en de heer Korf, die bij Verkeer en Waterstaat werkte, waarin van tevoren was gezegd, zegt de heer Timmer, wij komen met iets prachtigs dat wel heel uitgebreid is en iets anders dan jullie vragen. En dat daar dan een soort toestemming of consent op gegeven zou zijn, zijdens Verkeer en Waterstaat. Nee, dat kan niet het geval zijn. Nee. Ik draag daar in ieder geval, laat ik het precies zeggen, geen kennis van. En het zou mij ook zeer verbazen, want ook de heer Korf en al onze adviseurs waren zeer uitgesproken ook naar mij toe. Ik ga met u verder over het Intercity Max-bod, dat wordt afgewezen en u biedt NS een tweede kans. Ja. En u hebt NS dat persoonlijk verteld, dat u dat bod afwijst, maar dat u hen wel een laatste kans wil bieden. Hoe verliep dat gesprek? Nou, dat was een kort gesprek, kunt u zich voorstellen. De complete raad van commissarissen zat in de schorsing van de ministerraad in een zaal. En van mijn kant werd gezegd waarom we dat bod hebben afgewezen. En onmiddellijk hebben we het voorstel gedaan om drie opties van een oplossing waar binnen een week over besloten moest worden. En dat was natuurlijk geen vrolijke bijeenkomst, dat kunt u zich voorstellen. Heeft het lang geduurd, die bijeenkomst? Nou, dacht het niet, nee. Nee? U was in 5 minuten klaar? Nee, dat ook weer niet. Nee, dat zo gaat dat niet. Maar dat is zeker geen uur geduurd, nee. Het was een kort, duidelijk gesprek waarin u het standpunt van het kabinet verwoordde. En het was een standpunt, ik wil dat hier wel onderstrepen, van het hele kabinet. Daar is natuurlijk van tevoren in het kabinet over gesproken. Er was unanimiteit, zeg maar. Er was geen discussie over binnen het kabinet. Nee. Hoe kwam dat over bij de Raad van Commissarissen? Waren die flabbergasted? Nou, dat heeft u gisteren aan de heer Timmer gevraagd. En zijn antwoord was dat ze dat waren. En dat was natuurlijk ook zo. Dat kon u zien? Ja, het was een zeer zware raad van commissarissen. Veel CEO's van grote bedrijven. Die ook niet zo erg gewend waren om tegengesproken te worden. En minister Netelenbos ging ze toch iets vertellen wat ze niet wilde horen? Namens het kabinet in Nederland. Namens het kabinet, ja. Goed, u bood drie opties, zei u. Ja. De ene optie was, het contract lag er eigenlijk al. Hè. U had een conceptcontract bijgevoegd, wat eigenlijk in lijn was met wat u gevraagd had. Een tweede mogelijkheid was om, het wordt openbaar aanbesteed, maar NS mag met de winnaar meedoen tot een belang van 50%. Ja. En de derde optie was openbaar aanbesteden. Had een van die opties uw voorkeur? Ik had verwacht dat zij zouden gaan voor de eerste optie, omdat dat de manier was om het binnenlands vervoer te mogen rijden voor een periode van 15 jaar. Dat had u ook verwacht? Dat lag in de lijn de verwachting dat men daar ja tegen zou zeggen, want dan was dat in ieder geval geregeld. En vervolgens voor het internationaal vervoer zou dan de vervolgprocedure gestart kunnen worden. Daar zou dan een vervolgprocedure gestart kunnen worden waarbij NS ook nog partij zou kunnen zijn? Voor 50%, ja. Voor 50%. Ja, dat zat al eerder in de stukken die voor mijn tijd ook zijn vastgesteld. NS besloot niet in te gaan op die opties. En er kwam automatisch natuurlijk optie 3 in beeld, namelijk het openbaar aanbesteden. Dus en had u nou verwacht dat NS eigenlijk toch nog een keer daar niet op in zou gaan, op die tweede kans? Dat had ik niet verwacht, nee. Nee, ze stoten zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dat had ik verwacht, ja. Ja, dus dat viel u heel erg tegen? Zeker, ja. Zeker. Daar was u teleurgesteld over? Ja, en achteraf gezien was dat ook allemaal niet zo verstandig natuurlijk. Was dat niet verstandig? Nou hebben we gisteren gehoord van de heer Timmer dat NS zich geschoffeerd voelde. We hebben daar al, u heeft net al daar iets over gezegd.
dat ze zich geschoffeerd voelden ook door de laatste kans. Zeg maar, ze waren al niet blij met het afwijzen. Maar met die tweede kans die u hen bood, was dat nog erger. Begrijpt u dat? Nee, daar begrijp ik niets van. En ik denk dat, dat NS volkomen onderschat in wat voor positie zij zaten. Zij waren een zelfstandig bedrijf sinds 1995. Dus met andere woorden, de onderlinge verhoudingen waren verschoven van een klassiek staatsbedrijf naar een zelfstandig bedrijf. Waarbij de gedachte was dat dat bedrijf gewoon als bedrijf werd geleid. En niet onder de vleugels van moeder staat. Vadertje staat, hè, maar hoe je het noemen wilt. En zij moesten dus ook bedrijfsmatig handelen. Vervolgens komt er een overheid die een investering heeft gedaan in een hoogsnelheidsnetwerk en die doet een uitvraag onder bepaalde condities. En vervolgens gaat dat verzelfstandigde bedrijf dat ook nog naar de beurs wilde in mijn tijd. Hè, dus dat grote ambities had om internationaal te gaan tenderen in de UK en in Frankrijk en in Polen. Die gaat zich niet houden aan datgene wat gevraagd werd door de staat. Nou, dan loopt dat verkeerd af. Dan zegt de staat, dat is dus niet goed gegaan, maar we geven jullie een herkansing. Men moet ook niet onderschatten wat dat betekent, dat ik dan weer in de ministerraad moet zeggen, geef ze nog een kans. Hè, want dat, daar was lang niet iedereen van overtuigd dat ze dat verdiend hadden. En nee, dan dat heeft er nog voor de poorten van de hel moeten wegslepen. Ja, ja, zo. Ach, ja, was daar, nou ja, natuurlijk. Waren de andere ministers het een beetje beu dan? Er was in die tijd rond NS van alles aan de hand. Het was niet alleen zo dat we zo'n bizarre discussie hadden over de aanbesteding van het vervoer op de HSL Zuid. Maar er was in die tijd ook een enorm arbeidsconflict in het bedrijf. Met autonomen die niet meer luisterden naar de bedrijfsleiding. Stakingen die later ontstonden, met het totaal niet op tijd rijden op het kernnet, met slechte prestaties, met vuile stations. We hebben vaak gezegd, waarom is het nou toch zo dat op Schiphol altijd alles zo netjes is en bij de NS alles één grote smeerboel. Dus er was echt een complex van problemen. En dan doet het bedrijf niet wat wordt gevraagd. Dan geef je ze een herkansing. Nou, dan kunt u zich voorstellen dat er allerlei collega's waren die zeiden, nee, het was, waarom zou dat nou moeten? Ik vond het belangrijk. En dan vervolgens wordt dat totaal genegeerd. Dan kan het bedrijf wel zich geschoffeerd voelen. Maar ik vind dat weinig professioneel, nou ja, eerlijk gezegd. Oké, dus u vond dat ze daar in ieder geval geen recht op hadden om zich geschoffeerd te voelen? Het was wel recht vind ik een verkeerd woord, maar ik vind het niet professioneel. Ik bedoel, wat wil je nou? Je wilt toch dat vervoer hebben. Maar laten we dan nog even één inhoudelijk puntje van dat voorstel van NS erbij pakken. Een van de kernvoorstellen was om, laten we zeggen, het hoofdrailnet en de hoge snelheidslijn, om dat te integreren, om daar integratie van te maken. Zou u nog eens willen toelichten waarom u dat geen goed idee leek? Waarom u het daar niet mee eens was? Ja, eigenlijk heb ik dat al gezegd. De hoge snelheidslijn is in de allereerste plaats aangelegd voor internationaal snel vervoer ter vervanging van het vliegen op de middellange afstanden. Dus dat was de hoofddoelstelling van de aanleg van het hoogsnelheidsnetwerk. In de tweede plaats is het zo dat het ook zo was dat de verbinding Amsterdam-Rotterdam enorm versneld kon worden. En dat dat goed was voor de economie in de Randstad. Vervolgens kon het ook nog zo zijn dat de shuttles, zo werd dat genoemd, zouden rijden van het hoge snelheidsnetwerk op het gewone kernnet. Maar het helemaal in elkaar vlechten van het vervoer, kernnet en hoogsnelheidsvervoer, werd als blokkerend gezien voor de snelle verbindingen internationaal. En daarnaast is het zo dat als je dat doet, als je het heel erg in elkaar vlecht, is de staat ook niet meer in staat om opnieuw een concessie uit te schrijven voor een periode van 15 jaar. Want dan zou je dat helemaal moeten ontvlechten. En dat gaat dan natuurlijk niet. Dus dan was het zo dat wij voor 15 jaar een concessie wilden verlenen. En dat het zo te doen zoals NS voorstelde, het feitelijk voor een eeuw zou zijn. Ja. Hè? Dus dat was de hoofdaanleiding. Dus samenvattend om dat laatste, want u weet dat het nu wel weer onder één noemer is gebracht, hè, door een van uw opvolgers. Ja, maar er rijdt ook geen hoogsnelheidstrein.
Behalve de Thalys. De Thalys rijdt nog steeds. Ja, en die rijdt perfect. Maar de rest boemelt behoorlijk. De rest boemelt. Ja. Samenvattend zegt u, het was een... Ons standpunt was, die hoge snelheidslijn is er om snelle treinen te laten rijden. En dat moet je niet vermengen met het hoofdrailnet, want dan vertraagt dat alleen maar. Ja. En ten tweede, als je dat doet, dan heb je niet meer de mogelijkheid om het later zeg maar nog eens aan te besteden. Hè? Want... En moet je het ontvlechten. En daarnaast hadden we, misschien is dat ook wel goed om te zeggen, we hadden slechte ervaringen met NS, met lovers in de tijd. Misschien herinnert u zich dat nog. Er was door mijn voorganger, was lovers toegestaan op het spoornetwerk om te rijden van Amsterdam Centraal naar IJmuiden. En dat was een traject waarvan NS zelf het idee had dat ze dat wilden sluiten, dat traject, in die tijd. Mm-hmm. Ze waren ook nogal bezig met decentrale lijnen te sluiten. En toen wilde Lovers dat rijden. Maar Lovers is enorm dwars gezeten, alleen al voor ticketing bijvoorbeeld. Je kon in dat hele Centraal Station niet een kaartje kopen. Dus, dus zeg maar het samenwerken met anderen op hetzelfde netwerk, dat was geen succes geworden. Dat was geen succes. En ik heb toen moeten besluiten om Lovers van het, wat toen door mij genoemd werd, het spoor te mieteren, Dat is geen succes geworden toendertijd. En u wijt dat mede aan het gedrag van NS. Ja, ja, dat was zeker. Dat was iedereen zeker van overtuigd. Een reden. Goed, ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, we komen dan aan het begin van het jaar 2000, waar er veel gebeurt op dit dossier. En als ik nou goed naar u luister tot nu toe, dan zit u eigenlijk in de positie, dat wordt later nog veel sterker, maar wil ik even bij u verifiëren of u dat inderdaad zelf ook zo zag, dat het beeld ontstond dat u heel lastig was voor die NS, dat u het zomaar moeilijk maakte in de buitenwereld, maar in de binnenwereld nam u het juist heel erg voor ze op. Klopt dat? Ik vond niet dat ik het voor hen lastig maakte. Zij vonden het lastig om te voldoen aan de uitvraag van de overheid. Ik bedoel, ze hebben het zichzelf heel lastig gemaakt. Ja, maar dat was een moeizaam, laat ik het anders formuleren. Ik heb mij wel ingespannen voor NS, dat klopt wel. Dat was een moeizame verhouding tussen de NS en de staat. En daar werd u op aangekeken, terwijl u binnenskamers juist flink uw nek voor de NS uitstak. Bijvoorbeeld met die laatste kans waar collega Vergeer. Ik heb mijn best gedaan voor NS, ja. En de zinnen die u daarvoor uitspreekt. Kijk, men dacht niet bedrijfsmatig. Dat was het enorme drama van NS. Men dacht, als wij nou een goed plan hebben, waarom zou een ander dat dan niet ook vinden? Maar ja, de overheid had zelf ideeën. Die NS heeft de laatste kans gekregen. Die is niet doorgegaan. Het kabinet start de voorbereidingsprocedure van de aanbesteding. Besluit eind november 1999. Ja. Worden ook formele stappen ingezet. Uitnodiging voor een aanbesteding. Invitation to Registered Partners. Moet even opzoeken. Ja. Eind december. Maar tegelijkertijd, ergens in januari, februari 2000, wordt er gestart met de Oranje combinatie. In samenwerking van de NS, KLM en Schiphol. Van wie was dat plan? Het wordt gestart, daar kom ik zo direct dan nog op terug. Maar dat plan is denk ik geboren al pratend bij mij op het departement, ook met mij. En dus ben ik daar ook zelf zeer verantwoordelijk voor. En dat, ik zie nog de beelden voor me dat ik ook met de heer Pans en ook met de heer Korf en anderen zei van het is eigenlijk allemaal vreselijk stom gegaan met die onderzandse aanbesteding van de NS. We zijn nu in de nulfase, dat is belangrijk omdat vasthouden de nulfase van de openbare aanbesteding beland. Maar het is toch eigenlijk jammer dat het allemaal zo gaat. En ondertussen waren de problemen bij NS die begonnen tot grote hoogte te stijgen. En er was zo'n beeld van, als je nou toch kijkt naar vergelijkbare bedrijven, zoals de KLM, die toch ook heel lang van de overheid was en waar de overheid ook nog aandelen van had en heeft. En die het uitstekend deden en doen. Nou ja, vanmorgen de volgende, maar in ieder geval goed bedrijf.
En Schiphol, een uitstekend bedrijf, precies dezelfde relaties met overheden als de NS, verzelfstandigd, maar de aandelen zijn in handen van de overheid. En daar is nooit discussie over de bedrijfsvoering van Schiphol. Het gaat altijd goed, het is een schone, logistiek, alles klopt. Dus dat zijn twee Nederlandse toppers. En wat zou NS daar toch veel van kunnen leren? Als dat nou eens ging samenwerken, dat waren zo gedachten die bij ons opkwamen. Dat en ons zijn die drie? Ja. De Pans? In ieder geval die drie. Okay. Ik weet ook wel dat... dat ik kwam de heer Servantenne van Schiphol vaak tegen, omdat we daar met Vijfde Baan en ook met uitbreiding Schiphol en ook met... Schiphol wilde ook naar de beurs, dus die discussie liep ook. Dus die kwam ik vaak tegen en ik zal ongetwijfeld gezegd hebben, zou dat nou niks voor jullie zijn om met die NS te gaan samenwerken? Want die stations die we aan het bouwen waren, die sleutelprojectstations, die waren ook zeer kostbaar. En als dat op dezelfde manier geëxploiteerd zou worden als tot nu toe, dat zou een drama worden. Dus het idee was, zou dat niks zijn? En KLM, omdat het ook ging om substitutie vliegverkeer, was ook een voor de hand liggende partij. En zo is dat idee geboren. Maar is nooit sprake geweest, want ik hoorde u vanochtend vaak het woord bot gebruiken. Daar zijn we nog niet. Ja, nee, maar het was geen bot, hè? Dus dat wou ik wel gezegd hebben. Daar wordt verschillend over gedacht. Nee, dat kan niet. Mag ik u daar straks een paar vragen over stellen? Nee. We beginnen gewoon bij het begin. Okay. U stak een teen in het water. Het was bedacht... Door een aantal mensen die eigenlijk er zo mee zaten dat het allemaal zo slecht ging. Ja. En de heer Korf van de projectdirectie. En u komt misschien ander, maar in ieder geval die drie. U komt die mannen tegen, u gooit dus een balletje op, steekt een teen in het water. Het wordt steeds serieuzer. Ja. Wat hoopte u te bereiken met die oranje-combinatie als het wat zou worden? Nou, dan hoopte ik toch dat het mogelijk zou zijn om NS in positie te houden. Maar dan wel in combinatie met twee gelouterde partijen die hun strepen op dit dossier, namelijk werken in een internationale omgeving en marktwerking, al hadden verdiend. Dat wordt steeds serieuzer. Er wordt aan gewerkt, is contact tussen ambtenaren van uw departement, projectdirectie, en de NS. Dan komt er zelfs een soort ondernemingsplan uit. Ja, maar dat hadden wij niet. Dat had u niet, zegt u. Nee, dat heb ik niet nooit gezien. Wat naar mij toe is gecommuniceerd is het volgende... Het kan, als wij daarmee verder gaan, een zeer serieuze optie worden. Er is een voorstel dat door hen is gedaan. Hè. Dus dat woord voorstel is hier van cruciaal belang. En dat voorstel, dat hebben wij ook opgeschreven richting uiteindelijk de ministerraad. Maar het zat in het stadium van nou kijken of dat reëel is, of men zou willen voldoen aan die 100 miljoen... die door onszelf als ondergrens werd gebruikt voor... de inkomsten die we wilden hebben en anderzijds ook de prestaties die moesten worden geleverd. Nou, dat zag er in die verkennende bespreking goed uit. En het is ook goed om ons te realiseren dat die verkennende bespreking ook gebeurde met andere partijen. Er waren namelijk 13 gegadigden bij dat document voor registratie, weet je wel. En daar hadden zich 13 partijen aangemeld en met al die partijen... 14 volgens onze informatie, maar goed. Oké. Misschien... Ook. Maakt niet uit. Maar goed, met al die partijen werd ook dit soort van gesprekken gevoerd. Dus dat was op zichzelf niet uitzonderlijk. Nee, maar er was geen enkele partij die echt een combinatie had gevormd... mede op initiatief van Verkeer en Waterstaat... en die aan de slag was gegaan om een hele andere route te gaan. Namelijk stoppen met de aanbesteding en onderhand schunnen aan dat consortium. Nou, dat klopt toch, hè? Dat drietal, dat ging natuurlijk niet over het stoppen met de aanbesteding. Nee, maar mijn gedachte was, als dat er interessant uit zou kunnen zien... dan zouden we kunnen laten toetsen bij de landsadvocaat... of het mogelijk is om de nulfase, want daar zaten we in... de nulfase van de aanbesteding, of we die dan konden stoppen... zonder juridische consequenties. Zeker. Nou is het... voor de commissie van belang om vast te stellen in hoeverre u op de hoogte was van wat wij hier volgens u
niet een bot mogen noemen. Dus de vraag is nu, wist u dat er een serieus plan op tafel zou gaan komen en dat in de maak was? Ja, want ik heb het zelf ingediend in de ministerraad. Ja, aan het eind. Maar wist u zo rond februari, maart, april dat ze daar druk mee bezig waren? Uw eigen ambtenaren waren daarbij betrokken? Ja, u gebruikt het woord druk mee bezig waren. Ik heb nog weer nagevraagd, ook naar aanleiding van de zwaarte die dit onderwerp nu tijdens de enquête krijgt. Maar er zijn wel een hele aantal gesprekken gevoerd, maar druk is denk ik toch niet het juiste woord. Maar er is wel, zeg maar, het beeld hebben ze helder gekregen dat als wij verder zouden gaan, als we zouden stoppen met de openbare aanbesteding en verder zouden gaan met de oranje combinatie, dat succesvol zou kunnen zijn. We hebben diverse notities aangetroffen van mensen van Verkeer en Waterstaat in de richting van de NS, ja, en vice versa, ja, over de vormgeving van dit voorstel. Maar u gebruikt het woord druk. Er zijn diverse contacten geweest. Ja, zeker. Het mocht geen bot heten. Waarom niet? Nou, omdat dat zou juridisch natuurlijk heel kwetsbaar zijn. Want we zaten in de nulfase van de openbare aanbesteding. Dus er is uitdrukkelijk geen bot gedaan. En er is alleen een voorstel gedaan. Ja. En dat onderscheid is juridisch van groot belang. Dat weet ik. Als het geen bot was, hoe wist u dan dat het om 100 miljoen ging? Omdat dat... ik moet het goed zeggen. Het beeld ontstond bij mijn medewerkers dat de eisen die wij hadden gesteld bij de uitvraag, dat er aan voldaan zou kunnen worden. En dat was algemeen bekend, ook bij de andere partijen, dat wij tenminste 100 miljoen wilden hebben. En dat wij ook een zekere kwaliteit van vervoer wilden hebben, hè, dus die beide poten, en dat er aan voldaan zou kunnen worden. Hoe kon dat beeld ontstaan? Door communicatie uiteraard. Maar dan wist u toch, nogmaals, we noemen het voor het gemak even geen bot. Nee, maar u wist het bedrag dat eventueel op tafel zou komen indien een uitgewerkt voorstel werkelijk zou gaan werken. Indien er echt een bot werd gedaan, ja. Dus de heer Timmer zei, ja, natuurlijk was het een bot. Nee, maar mocht dat niet zo heten. Heeft hij niet gelijk in. En dat luistert heel erg nauw. Want we hebben natuurlijk een en andermaal geschakeld met de landsadvocaat om ook geen fouten te maken. Want Nederland is geen bananenrepubliek. Hè. Als wij procedures ingaan of stoppen, dan moet dat juridisch kloppen. Dus vandaar dat het heel belangrijk was dat we heel precies procedeerden. En dat hebben we ook gedaan. Dus dat heeft de heer Timmer natuurlijk niet allemaal meegekregen. Maar dat, daar is goed op gelet. Ja, je kan ook zeggen, er werd heel goed op gelet. Juist om niet in de problemen te raken. Maar ondertussen was wel de bedoeling dat er gewoon, terwijl de aanbesteding al was begonnen, toch iets anders uit de hoge hoed zou komen, waarna die aanbesteding zou kunnen worden gestopt. Zo kun je er ook tegenaan kijken. Mijn vraag is, waarom kijk je er dan verkeerd tegenaan? Dat moet u even helderder vragen. Nou, ja. Ik moet het gieten in de vorm van een vraag. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, je kunt niet, als de aanbesteding de facto al is gestart, weliswaar de nulfase zoals u dat zegt, kun je niet eigenlijk bezig zijn met al een hele andere route te kiezen? Ja, maar dat hebben we goed laten beoordelen. Ik heb ook meegenomen, omdat dat nogal langskwam, de brief van de landsadvocaat. Die uitdrukkelijk aan het eind ook formuleert dat hij zegt, heel verhaal hè, natuurlijk. En dit alles brengt ons tot de slotsom dat het voorgenomen besluit om te stoppen dus met de openbare aanbesteding in onze verwachting toetsing in rechten zal kunnen doorstaan. En dat was de landsadvocaat en professor Slot. Professor Slot was echt een gezaghebbende hoogleraar op dit domein. En die komen tot de ontdekking of tot de conclusie dat dat kan. Ja. Mits goed beargumenteerd. Ja. U citeert nu niet alles uit die brief. Nee, maar er staan ook allerlei andere dingen in die weer meer naar de andere kant tenderen. Ja, maar de conclusie is helder. Waar zij meer risico's zien is op het vervoer. Dat is juist het grappige, of het grappige, maar het opvallende. Dat zij daar risico's zien, want het kan natuurlijk ook uiteindelijk nog weer misgaan. Hè? Als je een openbare aanbesteding hebt gestopt en je gaat met een partij verder onderhandelen en stel nou dat het allemaal niet goed afloopt, wat dan? Oké. Okay. Nou, uw interpretatie... Sorry. Ja, ik wil even voor de notulen en voor de verslaglegging vind ik het belangrijk dat u even de datum noemt waarop deze
notitie is geschreven en door wie? 21 april 2000. Dat is van de landsadvocaat. Dat is M. Dijkstra, R. van de Klashorst en professor meester P.J. Slot. Dank u wel. Ik ga hier met u natuurlijk niet praten over hoe daar verschillend juridisch tegen aangekeken kan worden. Ik stel alleen vast dat uw interpretatie van die brief is zoals u net heeft verklaard. Omdat de conclusie helder is. Dan komt die vervoersconcessie HSL Zuid in april 2000 meermaals op de agenda van de ministerraad. Ja. Dat gebeurt op 7 april. En dan wordt er eigenlijk geen besluit genomen. Dan worden de eerste posities ingenomen, zeg maar. Ja. Dan gebeurt dat nog een keer op 14 april. Dan wordt er gevraagd om een nadere juridische analyse. Ja. Volgens mij is dat een van de dingen die u net citeerde. En dan op 26 april bespreekt u de situatie met de minister-president en de ministers van Economische Zaken en Financiën. Dat is voor de ministerraad nog van 28 april. Hoe verliep dat overleg? Ja, dat was uiteraard niet een makkelijke overleg. Ik heb denk ik nog wel eens vaker in de marge van de ministerraad ook gesproken, met name met de heer Brinkhorst, over dit dossier, omdat zij mij niet wilde volgen. Omdat werd gezegd, ja, wij zijn nu in de fase van de openbare aanbesteding en we willen daarmee doorgaan. De heer Brinkhorst was zeer Europees gemotiveerd. Die vond hoe Europese, hoe beter. Maar die zat toch op landbouw? Wat had hij met spoor? Nou, koeien worden ook wel vervoerd per spoor. Maar nee, hij heeft er nogal een periode als SG van een transportorganisatie in Parijs gefunctioneerd. Dus dat was in het verleden zijn domein ook wel. Maar hij dacht alleen maar Europees. Dus de gedachte dat je ook nog iets zou willen doen voor iets nationaals, dat kreeg ik niet gecommuniceerd. En dat waren best ook wel pittige gesprekken. En wat de heer Zalm betreft, hij heeft natuurlijk vanochtend ook zelf verteld hoe hij daar tegenaan keek. En bij financiën, men had een kenniscentrum PPS opgericht. Het was vooral het domein van Verkeer en Waterstaat, waarin PPS, publiek-private samenwerking, waarbij het een succes moest worden. En dat liep uiterst moeizaam, want de gedachte was in die tijd ook van wegen worden zo aangelegd en tunnels en wat al niet meer. Maar het bedrijfsleven haakte vaak af. Dus een succesje op het gebied van publiek-private samenwerking, daar zat financiën naast op te wachten. Maar dat wilde u hem niet leveren? In deze kwestie. Het ging mij om het vervoer en het ging mij er ook om dat, dat we met elkaar het vraagstuk van het hoogsnelheidsvervoer goed oplossen, maar ook het vraagstuk van de NS als wanpresteerder in die tijd, want het was echt heel erg toen. Had u na dat gesprek op 26 april met uw collega's het gevoel dat u, als u dat ging proberen alsnog langs de lijnen zoals u het wilde te gaan regelen in de ministerraad van 28 april, dat u daar wel eens een zware dobber aan zou kunnen gaan krijgen? Ja, maar dat kwam er vaker voor. Nee, maar ik vraag het, we moeten vaststellen, we moeten niet veronderstellen. Ja, natuurlijk. U dacht maar, dat wordt lastig? Natuurlijk, ja, want je kon ook natuurlijk kijken naar de politieke samenstelling van het kabinet. Je kon ook inschatten dat na twee mislukte ondershandse aanbestedingen men ook wel genoeg had van weer een ondershandse aanbesteding. Te meer daar er veel appreciatie was bij partijen voor juist ook publiek-private samenwerking en openbare aanbestedingen. En, maar ik had toch de hoop dat uiteindelijk via argumenten en via het resultaat telt, redenering, dat men mij zou willen steunen. En achteraf gezien was dat toch beter geweest. 28 april is die ministerraad. Hoe liep dat? Moet ik even kijken welke dat was. Toen zag het er naar uit dat er dus geen steun was voor die gedachte. En
toen heb ik mijn collega's ook wel aangesproken op het feit dat zij hier wel stevige standpunten konden innemen op het gebied van openbare aanbesteding, maar dat hun politieke fracties in de Tweede Kamer een andere mening waren toegedaan. En dat ik als minister van Verkeer en Waterstaat natuurlijk niet kon werken met enerzijds een kabinet dat openbaar wil aanbesteden, anderzijds een Kamer die dat niet wil. En zelfs de coalitie liet het daar afweten. Dus ik heb toen gezegd, dames en heren, wilt u er dan wel voor zorgen dat uw politieke fracties ook uw mening gaan steunen? En wilt u daar iets aan doen? En toen? En dat hebben ze volgens mij ook gedaan. Want uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat er een fractievoorzittersoverleg is geweest. En later ook nog een overleg. Nee, er zat nog van alles tussen. Die 28 april kon de ministerraad niet tot een besluit komen. Okay. En naar wij begrepen hebben, heeft u toen inderdaad ook gezegd, ja, ik kan zo niet verder, want ik moet ook de steun in de Tweede Kamer zien te verwerven. En als het kabinet de andere kant heeft, heeft u toen eventueel besmuikt, maar met aftreden gedreigd? Nee, dat ga ik niet doen op zo'n dossier, nee. Wat bedoelt u met op zo'n dossier? Nou, ik vond het wel belangrijk. Ik vond het een aangelegen punt. Maar uiteindelijk was het zo dat er natuurlijk al wel anders was besloten, waar ik ook al mee akkoord was gegaan. Ja. En dan vind ik dat op het moment dat ze zeggen, Nathan was weliswaar een interessant plan, maar we houden de lijn vast die we eerder hebben besloten, vind ik dat geen moment waarop je zou zeggen, ik treed af. Okay. En toen, 2 dagen later, heeft u een persoonlijke brief geschreven, zogeheten blauwe brief van de ene minister aan de ander, aan minister Kok, minister-president Kok. Ja. Wat stond daarin? Nou, heel letterlijk weet ik dat niet meer, omdat hij er gewoon niet meer is. Dat weet u, want hij is verscheurd. Daar ga ik u straks en dus kon het niet meer helemaal goed nalezen. Maar het kwam er in grote lijnen op neer dat ik aan Wim Kok vroeg om mij te steunen. Een zeer dringend verzoek om mij te steunen, omdat dit toch een ontzettend interessante optie was die hier werd voorgesteld. En de ervaring in het kabinet Kok 2 was, als de minister-president je steunde, dan kwam het er altijd wel doorheen. Maar als de minister-president jou niet steunde, dan was het een harde dobber. Dus ik had de hoop dat hij zou zeggen, oké, toch een goed idee. Dat ging u bespreken, die brief, op 6 juni. Mm-hmm. Daar waren de heer Pans, uw secretaris-generaal, en de heer Geelhoed, secretaris-generaal van de minister-president, bij aanwezig. Herinnert u zich nog hoe het begin van dat gesprek verliep? Het kwam erop neer dat Kok het advies had gekregen van Geelhoed dat die brief als niet geschreven moest worden beschouwd, omdat hij hem juridisch te kwetsbaar vond. En dat vind ik op zichzelf behoorlijk vreemd, omdat een blauwe brief formeel de status heeft van een niet geschreven brief. Het is een persoonlijke brief van de ene minister aan de andere en die hebben geen status. En het vreemde is eigenlijk ook, ik neem tenminste aan dat u weet van die brief, omdat ze het daar keurig in de boeken hebben geschreven dat die is ontvangen, maar dat hoort niet zo. Dus bij algemene zaken zijn ze daar raar mee omgegaan. Maar Geelhoed was van mening, maar dat wist ik wel, dat wat de landsadvocaat tegen mij had gezegd, dat hij dat niet vond. Maar Geelhoed was ook een enorme Europeaan. Die wilde ook naar Europa. Dus dat denken, het is bij juristen altijd zo, heb ik geleerd in mijn langjarige carrière, dat vraagt 2 juristen advies en ze vinden alle 2 iets anders. En dat was hier ook. Kende u dat advies van Geelhoed aan Kok? Nee, niet dat specifieke advies, maar ik heb wel bij gesprekken gezeten met Geelhoed, waarbij hij dat ook zei, dat hij vond dat het Europees rechtelijk niet kon. En wat gebeurde er toen met die brief? Nou ja, Wim Kok kreeg het advies dat die brief eigenlijk niet had moeten worden geschreven. En Wim Kok vond dat hij die brief liever niet had willen ontvangen. En toen heb ik tegen hem gezegd, nou dan verscheur je hem maar. En toen heeft hij hem verscheurd samen met zijn stukken. Dat was wel geestig eigenlijk. Dat is toch een opmerkelijk moment voor een minister. Het was niet zomaar een dossier. Nee. U schreef niet zomaar die brief. U had in de ministerraad het flink lastig gehad, tot 3 keer toe. Ja. 7, 14 en 28 april. Was het een noodkreet, die brief?
Het was het dringende verzoek aan Wim Kok om mij te steunen. In de wetenschap dat als hij dat zou doen, de kans dat ik het door het kabinet zou halen groter was. Maar ik neem toch niet aan dat op het moment dat u het torentje betrad, dat u had gedacht dat ik een kwartier later die brief in snippers in de prullenbak zou leggen. Nee, maar ik heb het zelf gesuggereerd. En toen? Toen begon het gesprek pas echt, nadat die brief in de prullenbak lag. Hoe ging het toen? Nou ja, het was duidelijk dat je kon verwachten dat in het kabinet, wanneer Kok dat niet steunde, dat men niet voor het voorstel was. En toen heeft u uw knopen geteld, zoals dat heet? Ja, zo gaat dat. En toen heeft u voor, ja. Vrij snel daarna op 8 juni met de fractievoorzitters gesproken. Ja. Hoe ging dat gesprek? Want u moest hen daartoe van overtuigen, met name ja, de fractievoorzitter. Ja, maar dat was als ik uit mijn herinnering moet putten, allemaal wel gebeurd in de bewindslieden overleggen. Want ik had natuurlijk wel tegen mijn collega's gezegd, wat ik eerder zei. Ja, als jullie hier ferme standpunten innemen, maar vervolgens zijn jullie fracties het er niet eens mee eens. Wat moet ik daar nou mee? Moet ik dan in de Kamer weggestuurd worden? Omdat ik met een standpunt kom waar ik eigenlijk zelf al maar matig achter kan staan. Dus zij hebben hun werk gedaan. Ja. Niettemin, u voerde dat gesprek met die fractievoorzitters. Ja. Hoe ging dat? 8 juni? Ja, volgens mij leidde dat tot de gedachte dat zij in hun fracties gingen bepleiten dat zij het voorstel van het kabinet zou steunen. Ja. U krijgt ook adviezen vanuit uw departement mee om dat gesprek met die fractievoorzitters in te gaan. En daar zitten een paar interessante elementen in. Namelijk dat er wordt aangegeven dat u als argument kunt gebruiken om het die fractievoorzitters makkelijker te maken mee te gaan met het uiteindelijk in te nemen standpunt. Doordat er aan de concessievoorwaarden nog wel iets geschroefd kan worden, waardoor de NS beter in positie kan komen. Herinnert u zich dat? Ja, dus er zijn wel toevoegingen gedaan, maar daar moet u niks achter zoeken. Want het is zo ik heb ook gemerkt in de verhoren dat u het idee heeft dat we daar toevoegingen hebben gedaan over kennis van de Nederlandse markt, kennis van de Nederlandse taal, om NS opnieuw een kans te geven ten koste van buitenlandse partners. Maar dat is op zichzelf niet juist, omdat die eisen die in het document zijn gekomen voor de openbare aanbesteding stonden ook al in dat registratiedocument. En dat is natuurlijk logisch, want als een buitenlandse partij treinen komt rijden in Nederland, dan moet het natuurlijk zo zijn dat die partij niet vanuit Parijs hier op grote afstand bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, het vervoer gaat organiseren, maar dat zij hier ook lokaal gevestigd moeten zijn, dat zij moeten zorgen dat ze de cultuur van Nederland begrijpen enzovoort. Dat stond ook al in eerdere documenten. Dus dat is niet iets geheel nieuws geweest. Tenminste, zo ziet u dat. Ja, zo is het ook zo. In de stukken die aan u werden aangereikt, stond het, nu heeft de NS een uitstekende kans om te winnen. Ja, maar het stond ook al in het registratiedocument. Ja. Want dat heb ik. Even nog terzijde. Uit interne stukken van de NS blijkt dat zij zeer goed op de hoogte waren van wat zich in die ministerraad afspeelde al die tijd. Dat hoorde ik vanochtend ook. Ja, dat vind ik heel vreemd. Dat hoort niet zo. Dat hoort niet zo? Nee, dat hoort niet zo. Wij vroegen aan de heer Zalm daar ook iets over. En die zei dat vermoedelijk vanuit Verkeer en Waterstaat moet zijn geweest. Wat is daarop uw reactie? Dat sluit ik niet uit, maar ik weet dat niet. Want op zichzelf zijn de beraadslagen in de ministerraad geheim. Ook de notulen van de ministerraad zijn geheim. Hè? Alleen de voorzitter van de enquêtecommissie mocht die, geloof ik, lezen. Maar het is wel zo dat er natuurlijk in de staf van de minister verslag wordt gedaan over de uitkomsten van een overleg. Dus daarmee weten natuurlijk ook heel veel mensen wat er aan de orde is geweest. En het is ook zo dat de notulen van de ministerraad ook ter goedkeuring worden gestuurd naar een departement. Dus het kan best zo zijn dat ergens heeft geleid tot het willen communiceren van de uitkomsten met de NS, maar ik zelf weet daar niets van. Collega Van Graaf. Ja, mevrouw Netelenbos, ik wil met u nog even terug naar
ja, wat wist men nou wel en niet bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat over het voorstel van NS en wat wist u daarvan? Welk voorstel heeft u het over? Over het oranje combinatie. Oh, okay, ja. Dus even een stapje terug. Is u bekend op enige wijze dat er een ondernemingsplan HZL Zuid lag van de oranje combinatie? Dat is met mij niet zo gecommuniceerd. Met mij is gecommuniceerd dat de eisen die wij stelden in het tenderdocument, hè, dus minimale opbrengst, de kwaliteit van het vervoer, frequentie enzovoort, dat daaraan zou kunnen worden gedaan als we verder gingen in de richting van het creëren van een bod. Maar er is een ondernemingsplan HZL Zuid. Maar dat was van NS, neem ik aan. Ondernemingsplan HZL Zuid van NS, Schiphol, ja. KLM, ja. Met paraven van de opperbazen. Aha. Dat die daarachter stonden. Ondernemingsplan HZL Zuid van 24 mei 2000. Dat heeft u nooit gezien? Nee. U was ervan niet op de hoogte? Nee, ik heb de... Maar zo gaat dat natuurlijk heel vaak. De minister wordt op de hoogte gesteld van de grote lijnen. Ja, maar de minister zit niet direct in een proces. U heeft nooit dat plan gezien met de paraven van de drie opperbazen? Niet dat ik mij herinner, nee. U kunt zich niet herinneren. Nee. Dat is wel in samenwerking met uw ministerie tot stand gekomen? Nou, dat denk ik ook niet in directe zin. Ik denk ook, maar dat weet ik niet, dat moet u aan de heer Korf vragen. Want die zou daar meer van moeten weten. Maar, ik vraag het u. We hebben het de heer Korf ook gevraagd. Ja, en ik heb zijn verhoor niet gezien, dus ik weet niet wat hij erop gezegd heeft. Maar een ondernemingsplan wordt natuurlijk niet geschreven, lijkt mij, door ambtenaren. Nee, maar het kan wel overleg zijn natuurlijk tussen ambtenaren en de drie partijen. Ja, maar men wist toch bij NS wat wij wilden? Dat was algemeen bekend, dat stond in alle stukken. Nee, maar u bent zelf de geestelijke moeder, jawel, zeg maar, van de oranje combinatie. Jawel, maar wij wilden gewoon goed vervoer, een bepaalde frequentie, een bepaalde opbrengst. Dat was algemeen bekend. Goed. U kent het ondernemingsplan HZL Zuid, heeft u, voor zover u nu verklaart, nooit gezien? Nee. Uw collega's wilden die aanbesteding voortzetten. Ja. En dan zitten we weer even terug in de tijd rond die discussie van 26 april, 28 april. Wat waren nou de argumenten van uw collega's om die aanbesteding door te zetten? Kunt u dat nog eens schetsen? Welke argumentatie hadden zij? In de allereerste plaats... marktwerking als zodanig. He, dus Economische Zaken vond het succes van marktwerking zeer belangrijk. In de tweede plaats was het zo dat NS natuurlijk al een aantal keren de kans had gekregen om onderstand te bieden. En nou, dat was niet een succes geworden. Dus er was denk ik in de appreciatie ook weinig steun voor de gedachte dat we dat opnieuw zouden doen. In de derde plaats was het zo dat mensen als de heer Brinkhorst zo Europees waren dat hele nationale gedoe, dat stond hem niet aan. Dus hoe Europeeser, hoe beter. Ja, dat was het soort van omgeving waarin die discussie werd gevoerd. Goed, en u hebt al gezegd die publiek-private samenwerking, hè, die PPS, waar u met Brinkhorst over gesproken heeft. Het element van een overheid die wel of niet betrouwbaar is, speelde dat nog een rol? Nou, dat heb ik de heer Zalm zojuist horen zeggen. Dat zal zijn afweging wel zijn geweest. Maar in mijn gedachte, betrouwbare overheid is zeer belangrijk. Maar waar het ging om de fase waarin we zaten, namelijk de nulfase, waar het ging ook om de adviezen die we hadden, of dat nog zou kunnen op een juridisch ordelijke manier, antwoord ja, vond ik dat geen argument. Dus de overheid moet zeker betrouwbaar zijn, maar dat is niet een argument dat men hier had kunnen opvoeren. U zegt, we zitten nog in het begin van dat traject, dus we kunnen er nog van afzien zonder dat de overheid van onbetrouwbaarheid kan worden beschuldigd. Wat wel had gemoeten, dat noemde de heer Zalm ook, er zijn natuurlijk wel een aantal partijen geweest die kosten hebben gemaakt, dus daar waren wij ons wel van bewust dat die kosten moesten worden vergoed, maar dat gebeurde ook bij Rijkswaterstaat met aanbesteden van wegen ook. En dus dat was op zichzelf voor het departement van Verkeer en Waterstaat niets vreemds. Goed.
Tot slot nog een laatste vraag om dit punt. Het departement, was die op de hoogte van dat ondernemingsplan HSL Zuid van 24 mei? Acht u dat? Ambtelijk weet ik dat niet. Dat weet u niet? Nee, maar wel. Maar wat met mij gecommuniceerd is, dat het voorstel zoals het er lag, zou kunnen betekenen dat aan onze eisen zou kunnen worden voldaan. Goed, ik kijk even naar de... We gaan even 10 minuutjes schorsen. Dan ontmoeten we elkaar weer hier om 16:30.
heropen het verhoor en vraag de gevierde getuigen opnieuw binnen te leiden. Mevrouw Netelenbos, wij vervolgen het verhoor. En de heer Van Gerven wilde zijn onderdeel nog met een paar slotvragen afronden. Ja, ik wou even maar een beetje in concluderende zin met betrekking tot wat u wist, zeg maar, van het ondernemingsplan van die oranje combinatie. Mag ik concluderen dat wat tot u is gekomen, dat u voldoende zekerheid gaf om het voorstel, wat zij deden, om dat in de ministerraad te brengen. Sorry, ja, drukt u maar op de knop. Het woord vertrouwen vind ik beter. Dus het ondernemingsplan is niet bekend bij mij. En heb ik ook nooit gezien. Via mijn medewerkers kreeg ik het bericht door dat als je keek naar de voorwaarden die wij stelden en de eisen die wij stelden, dat we er vertrouwen in konden hebben dat als dat echt tot een bod zou moeten leiden, dat een goede uitkomst zou kunnen geven. U had er vertrouwen in dat tot een volwaardig bod zou kunnen leiden waarmee u vooruit kon. En kunt u aangeven welke kenmerken het dan om ging, om welke punten het ging, wat voor u belangrijk was? Voor ons, dat zat natuurlijk ook in alle documenten, namelijk minimaal 100 miljoen per jaar als vergoeding, het aantal treinen 32 per dag, de reistijdverkorting naar Brussel en naar Parijs. En al die zaken meer die wij in de documenten ook hadden staan. Dus dat had te maken met al die onderwerpen die al en bekend ook, waren bij iedereen overigens. En ook zaken dat de HSL als aparte entiteit zou moeten worden gezien en dergelijke. Ja, dat ook NS samen met KLM en Schiphol ook veel zou kunnen leren van die twee goede bedrijven. Ja, goed. We gaan verder. En dat is met het kerndocument van aanbesteding, de invitation to tender. Die wordt op 15 december 2000 aan vier gekwalificeerde partijen gezonden. En in die invitation to tender wordt dus aan... daar worden een aantal eisen neergelegd. En dat is ten aanzien van rijtijden, financiële opbrengst. Ook die ondergrens van 100 miljoen komt weer terug. En in die beoordeling van die biedingen zitten 142 punten, of zijn 152 punten te verdelen. En 142 zijn eigenlijk financiële punten. Hoe heeft u de belangen van de reiziger laten meewegen in de beoordeling van de biedingen? Nou, in de allereerste plaats dat beeld dat het vooral financieel gedreven was en niks te maken had met kwaliteit en dienstverlening, dat beeld daar herken ik mij niet in. Als het gaat om het aantal treinen, dat moest worden gerealiseerd, 32. Als het gaat om het niet hoeven te reserveren, wat een enorme vooruitgang zou zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de Thalie, waar je wel moet reserveren, wat een grote barrière is voor reizigers om dat te gebruiken. En ook de reistijdverkorting, zowel nationaal als internationaal. Dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met het belang van de reiziger. En anderzijds had je te maken met het uitgangspunt, wat al in het deel van de PKB, dus de planologische kernbeslissing en de afwikkeling daarvan met de Tweede Kamer aan de orde was, namelijk die 1,8 miljard... die de aanleg van de hoogsnelheidslijn moest opbrengen. Dus Beide zaken waren van groot belang en ik herken mij dus niet dat de dominantie financieel was. Zeker niet bij Verkeer en Waterstaat. Nee, want dat is tegen u, of ja, dat wordt vaak gezegd, hè, dat het een financieel geïnspireerd tender. Ja, maar dat is onzin. Dat is echt groot onzin. U zegt er was een evenwicht tussen financiën en het belang van de reiziger. Laat ik het zo formuleren. Ja, en als er een bieding wordt gedaan en die is financieel goed, maar materieel niet goed, omdat het reizigersbelang daar niet
goed is uitgewerkt, dan, dan geldt dat natuurlijk ook als minpunt. Nadat de biedingen zijn ontvangen, dan wordt duidelijk eigenlijk dat NS KLM veel hoger heeft geboden dan de andere twee bieders. Ja. En was u verrast door de hoogte van dat bod? Ja, dat was natuurlijk een hoge bieding, ja. U was verrast? Ja. Wat had u verwacht? Wat ik verwacht had, dat was in ieder geval tenminste 100 miljoen. Maar in een competitie met anderen is het natuurlijk zo dat een partij zijn best doet om het te winnen. Dus dat men boven die 100 miljoen gaat bieden om het te winnen, dat is te begrijpen. Maar dat het zoveel meer zou zijn, dat hadden wij natuurlijk niet verwacht. Het zat wel, want de vraag is natuurlijk, had je daarmee akkoord moeten gaan? Ja, want het zat nog wel in een bandbreedte, maar wel heel erg aan de top. Maar wij droegen ook geen kennis van het bedrijfsplan van de NS. Dus misschien hadden ze wel met al die know-how die ze in het kantoor hadden en in het bedrijf een masterplan ontwikkeld. Dat wisten wij natuurlijk niet. Nee, u had het over de bandbreedte, hè? Ja. Het zat aan de bovenkant van de bandbreedte. Absoluut aan de bovenkant, ja. Absoluut aan de bovenkant? Wat was de bandbreedte? 100 miljoen aan de onderkant, wat was de bovengrens? Zo rond orde grootte als die 178 miljoen, ja. Ja, en u zegt ja, het was wel heel erg onverwacht dat het zo Ja, en hoog ik heb lag. Gisteren ook gehoord hoe dat gegaan is, maar dat is natuurlijk wel een... Maar het gaat even over... Wat je poker eigenlijk. U vindt dat dat is wel een pokerspel. Nou, ik vind als je zelf als bedrijf, want het bedrijf had, begreep ik gisteren, berekend dat 150 miljoen reëel zou kunnen zijn in die tijd, hè, zonder prijsvechters in de luchtvaart, want het maakt een groot verschil. En je zet er dan bijna 30 miljoen bovenop vanuit het idee van dan winnen we in ieder geval, dan vind ik wel heel vreemd, ja. Vind ik weinig professioneel. En ik vond het eigenlijk bijna cynisch. Maar goed, dat... We gaan toch even terug in de tijd naar toen, hoe er toen in stond. U zegt het was een hoog bod aan de bovengrens. Waren er ook twijfels of het reëel was? Dat konden wij niet beoordelen, want het bedrijfsplan van de NS, daar beschikten wij niet over. En als je keek naar het college of het bestuur van de NS en je keek ook naar de Raad van Commissarissen, dan zaten daar voldoende zwaargewichten in waarvan je zou kunnen veronderstellen dat wat zij deden, dat ze dat goed hadden doordacht. Dus het was ook niet aan ons om te twijfelen aan hun capaciteiten. En hoe zij dan in staat waren om dat bedrag terug te verdienen, dat bedrijfsplan, dat kenden wij niet. Dat kende u niet, maar hebben u twijfels bereikt of het, laten we zeggen, even de financiële kant van het bod, of dat een goed uitvoerbaar was? Nou, er is natuurlijk wel gezegd, ze zullen wel heel hard moeten werken om dat terug te verdienen. Dus dat wordt stevig aanpoten, maar... Ik vind dat je ervan uit moet gaan als een bedrijf als de Nederlandse Spoorwegen, die nogmaals in die tijd de ambitie had om naar de beurs te gaan, dat je dat als zij een bod doen, dat wij dat bod dan beoordelen op prijskwaliteit en het niet non-compliant verklaren omdat het aan de hoge kant is. Dat zou een hele rare gang van zaken zijn geweest. En wat ik ook wel heel graag gezegd wil hebben, voorzitter, er is nu een soort frame van de kant van NS en ook van de FNV, dat omdat men zoveel moest betalen voor het mogen rijden op de hoge snelheidslijn, men wel goedkope treinen moest kopen. Want het gaat uiteindelijk om die... Maar dat wil ik heel graag gezegd hebben. U krijgt daarvoor de gelegenheid. Oké, spreek mij daarop aan. Ja. En u krijgt de gelegenheid nog om dat punt op het plaats waar dat waarschijnlijk het meest geëigend is. Ja. Heel graag, want het is echt baarlijke ons. Ik we hadden al een vermoeden dat u dat zou vinden. maar het is ook zo. Even terug, want het gaat even over de haalbaarheid van het bod. Want daar hebben we het over, die 178 miljoen. Ik lees een oordeel voor wat geveld is door uw mensen, uw ministerie. En de mensen die het bod beoordeeld hebben. En die zeggen, the bid is risky, costs appear underestimated, and revenues are optimistic, which means a difficult business case with major risks. With major risks. Jawel. Dus met grote risico's. Maar wat zegt u dan? Heeft u dat trouwens meegekregen, dit oordeel? Ik heb het oordeel uiteindelijk gekregen van de tenderboard, de adviesraad. We hadden een adviesraad.
Er waren auditors, twee onafhankelijke auditors die hier naar keken. En er was nog een college dat daar naar keek, waar de naam even van ontschiet. Dus er werd op verschillende fronten door experts, want dit is natuurlijk echt expertwerk, gekeken naar het bod. En uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat het zeer aan de hoge kant is, maar dat afhankelijk van hoe NS dat gaat invullen, uitgevoerd kan worden. En het advies is dus om het bod te accepteren. En ik vind als je zo'n heel cordon van experts om een proces heen zet en die komen tot een oordeel, dat de minister dat moet volgen. Ja, maar je kan toch het kan twee kanten uit. Er ligt een verhaal van, ja, er zijn grote risico's, major risks. Dat is dan wel beoordeeld, maar u krijgt dat, die beoordeling krijgt u, hè? Ja, we krijgen uiteindelijk een eindoordeel van ook ja, het in de bord. Maar heeft u ook, laten we zeggen, dit is dan een onderliggend stuk, ja, onder dat eindoordeel, heeft u dat onderliggende stuk ook gekregen, waarin toch wel de nodige zorgen worden geuit? Nou, of ik dat stuk heb gekregen, dat wat u nu voorleest, dat weet ik niet, maar we hebben natuurlijk gesproken ook over risico's. Maar uiteindelijk geldt het eindoordeel. En daar komt nog bij, als NS zelf, want dat heb ik gisteren ook begrepen, tot de conclusie komt dat 150 echt reëel beter was geweest. Nou, als u kijkt wat uiteindelijk door het neerwaarts onderhandelen van het bedrag het ook is geworden, hè, 149 miljoen, dan is het bod toch aardig in pas gekomen. Maar dat is niet helemaal correct natuurlijk. Jawel. Nee, omdat het is wel, laten we zeggen, het bod is wel verlaagd, maar daardoor zijn er natuurlijk wel risico's, zeg maar, van de overheid naar NS verplaatst. Jawel, maar het neemt niet weg dat als je gaat om het bedrijfsmatig succesvol maken van de exploitatie, want daar hebben we het over. We hebben het over risico's aan de ene kant, maar die ontstaan niet als je exploitatie in orde is. Dan had voor het bedrag waar uiteindelijk het voor gegund is, had ook, als je kijkt naar de documenten die NS dan aan u heeft overhandigd, want eerder droeg ik daar geen kennis van, dan had dat uit moeten komen als men anders had geprocedeerd. Nog even een ander punt, waar ook veel discussie was, dat betreft de reistijden. Ja. In de tender staat, je moet in de 93 minuten van Amsterdam naar Brussel kunnen met het voorgestelde materieel. En nou blijkt uit het materieel wat NS heeft voorgesteld dat dat niet te halen is. Wist u dat die reistijd niet gehaald kon worden? Dat was later pas in het proces, dacht ik. Hè. Dat was niet op hetzelfde moment dat idee ontstond van die 220 kilometer. Nou, even om het heel duidelijk te maken. In de bieding van NS staat, wij rijden met treinen die 220 kilometer per uur kunnen. Ja. En met een trein van 220 kilometer, hadden uw mensen uitgerekend, kun je niet van Amsterdam naar Brussel. Ja, dat kan wel. Dat vergt, maar, ja. Nee, maar dan kun je niet stoppen. Okay. Maar dat is toch wel onhandig. Want er moet ook wel, er moet toch wel mens in. Dat vindt u ook prettig. Maar het was, ja, graag. Ja. Het was, graag. Hè. Maar het was iets meer dan 100 minuten, zeg maar, hadden ze berekend. Dus het was niet, het paste dus niet eigenlijk in wat u gevraagd had. Wat vindt u van dat punt? Ja, volgens mij was het zo dat mijn mensen uiteindelijk wel tot de conclusie zijn gekomen dat het op zichzelf zou moeten kunnen. Maar nee, laten we ervan uitgaan, kale rijtijd wel, zonder te stoppen, maar met ordentelijke stoptijden kon het niet. Okay. Dan had je tenminste 250, eigenlijk 300 kilometer nodig. Een trein die zo hard kon rijden. Dat was ook beter geweest. Dan had men ook meer keuze gehad waar het ging om het om de productie van treinen. Want het feit dat men een trein wilde die niemand bouwde, toen begon de ellende natuurlijk ook. Nou ja. Maar mijn vraag was dus, wist u dat die reistijden niet gehaald konden worden? Nee, dat wist ik niet. Nee. Had dat een punt van overweging moeten zijn? In ieder geval wel van onderhandeling, lijkt mij. Ja, maar had u dat moeten weten? Want u moet uiteindelijk toch had ik dat moeten weten? Ja, dat had ik misschien moeten weten, ja. Ja. Ja, of misschien niet, dat had ik moeten weten, ja. U had het moeten weten, maar u wist het op dat moment in ieder geval niet. Niet bewust in ieder geval. Nee, u ging ervan uit, die reistijd van 93 minuten, ja, dat die kan worden gehaald met het bod. Als je een bieding doet op hoge snelheidsvervoer, dan moet het wel hoge snelheid zijn, ja. Ja, dus u ging ervan uit dat dat gerealiseerd werd. Zeker.
Goed. Had nou het bod ook afgewezen kunnen worden op basis van de punten die we zojuist even besproken hebben? Financiële punten, maar ook de reistijden bijvoorbeeld? Op de hoogte van het bod niet, denk ik. Misschien wel op het niet passen van de ambities die wel gevraagd zijn door de overheid. Maar op het moment dat wij daarmee akkoord zijn gegaan, zijn wij daar natuurlijk uiteraard mee akkoord gegaan. Maar dat had gekund. En dan was het vervolgens zo geweest dat er daarna met de tweede partij moest worden omhandeld. Ja, dat was dan... Ja, als de Zweden met de connection. Maar goed, maar u had ook natuurlijk door kunnen onderhandelen. Zeg van luister eens, NS. Bijvoorbeeld, als we het hebben over die treinen. Lever maar treinen van 300 kilometer. Want dan wordt het wel gehaald. Want dat is natuurlijk in die tweede fase van onderhandeling... Zou dat ook een route zijn geweest? Maar daar heeft u... Dat is helemaal niet aan de orde geweest. Goed. Ik wil even het woord geven aan de voorzitter. We gaan nog even een stukje... een uitstapje maken naar de Fransen. En de heer Elias heeft een aantal vragen over de reciprociteit. Ja. Ja, dat prachtige Scrabble-woord. Letterlijk de wederzijdse gelijkwaardige uitwisseling. Ja. En zoals het in de Kamer wat... huiselijker werd gezegd, ja, als die Fransen bij ons mogen rijden, dan moeten wij natuurlijk in Frankrijk kunnen rijden. Ja. En dat willen ze daar niet. Dus ja, waarom zouden wij dat dan doen? Punt van aandacht is dat steeds. Ja. Kamer wilde dat geregeld zou worden. En tegelijkertijd is het stellen van eisen aan die reciprociteit, formeel, zeker in de aanbestedingsprocedure, strijdig met het EG-verdrag. Hoe keek u daar tegenaan? Dat zijn twee dingen. Als het gaat om het formaliseren van die reciprociteitseis in de documenten, dat is één. Hè, dan is er strijdigheid. Maar als het gaat om de waardeoordelen die je zelf hebt met betrekking tot het accepteren van een partij, dat is twee. Hè, dus we hebben in de Kamer hebben we heel vaak gesproken over het vraagstuk reciprociteit. Van wanneer wij buitenlanders toestaan om bij ons op het spoor te rijden, dan zou dat omgekeerd toch ook moeten. Nou, er waren landen die dat geregeld hadden. Zweden bijvoorbeeld, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, hè, dus Oostenrijk. Er waren landen die dat hadden geregeld, maar er waren ook landen die dat niet wilden. En ik heb in de Europese ministerraad dit onderwerp vaak aan de orde gesteld, want Europa op zichzelf wilde één Europese markt voor hoogsnelheidsvervoer. Ja, dan hoort dat onderwerp reciprociteit daar natuurlijk wel bij. Maar dat leidde niet tot uniformiteit. In die tijd moest je altijd alles nog unaniem beslissen. Dus dat werd niet op zichzelf een Europese richtlijn. Wat vond u van de opstelling van de Frans? Nou, typisch Frans. Namelijk? Het Franse spoorwegnet is voor de Fransen. En ik ben ook met mijn collega Cazot, was dat in de tijd, heb ik een gesprek gevoerd in Parijs over het onderwerp van wij zouden heel graag van Amsterdam naar Nice willen rijden met het hoogsnelheidsvervoer vanuit Nederland, zonder dat je in Paris-Nord moet overstappen. En ik weet nog dat hij de woorden sprak, oké, dat begrijp ik, dat kan alleen wanneer jullie Alstom-materiaal aanschaffen. En dat heb ik ook aan de Kamer later verteld, dat hij dat heeft opgemerkt. En toen heb ik gezegd... Wij gaan niet als Nederlandse overheid over de aanschaf van het materieel, want er was contractueel met de NS bepaald dat wij niet over het materieel gingen. Dus wij gingen ook niet over de wagons en over de trein. Dat was typisch van het bedrijf en we hadden in de overeenkomst met de NS bepaald, wij gaan daar niet over. Dus wij gingen er en gaan er ook niet over. En dat begreep die Franse collega natuurlijk meteen. Dat was duidelijk. Dus als wij dat niet konden regelen, dan lag het allemaal heel moeilijk. En ik zou nog een keer een gesprek met hem hebben gehad, maar toen was hij ziek en daarna was hij weg uit functie. Dus dat is niet meer gebeurd. Dat is niet meer gebeurd. Nee. Dus dat punt dat bleef nog altijd een beetje boven de markt hangen. Hè? Hoe gaat dat nou? Hoe zit dat nou? En in de tussentijd toonden die Fransen, de SNCF, interesse in de aanbesteding van het internationale vervoer door zich te laten registreren. In die periode. Dan informeert uw projectorganisatie, dat gaat dan via de ambassade, dat is heel interessant om terug te zien, maar het antwoord is in ieder geval nee, wij, de Fransen, zien geen
aanleiding om vrijwillig af te zien van deelname aan een openbare aanbesteding. Ook al komen jullie Nederlanders er bij ons niet in. Dat vond u natuurlijk onprettig. Nog steeds. Ja, ik vind het raar dat zij hun netwerk zo gesloten houden. Ja. Ja. En dan in juli 2000, dat is toch iets waar ik echt een vraagteken bij blijf houden tot nu. Dus misschien kunt u klaarheid in de zaak werpen. In juli zeggen die Fransen ineens, nou, wij doen niet mee. Wij hoeven niet meer. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ja, dat weten wij niet. Dat is ook niet vastgelegd. De Fransen hebben ook geen argument gegeven. Het enige wat je je kan voorstellen, maar dat is dus niet het zeker weten. Maar ik kan me voorstellen dat de Thalie is voor de SNCF en ook de NMBS trouwens, de Belgen, een goudmijn. En waarom zou je zo ingewikkeld lopen doen met de Nederlanders, als je eigenlijk al het vervoer naar Amsterdam en Schiphol hebt geregeld? Dus ik kan me voorstellen dat dat een rol heeft gespeeld, dat men zijn knopen is gaan tellen. Het was ook altijd minister Zalm die tegen mij zegt, tjoh, als die Fransen bij ons willen rijden op kosten van de Franse belastingbetaler, dat is toch geweldig? Misschien hebben die Fransen dat ook bedacht en gedacht, dat gaan we toch maar niet doen. Want in ieder geval, dat wordt dus op 27 juli meegedeeld. Dan is er een fax en daar staat in, we confirm that SNCF will not bid. Dat is een bevestiging aan uw team, dat dan die dag bijeengekomen is. Dus er is ook door dat team aan gevraagd, anders gebruik je niet de term I confirm, toch? Dat zou ik niet weten wat voor term zij anders zouden hebben gebruikt. Maar, wat er, maar zo, misschien is gevraagd, wat gaan jullie doen? Ja. Maar het gekke is, dat en dat is ook de laatste keer dat ik het vraag, want anders komen we er toch nooit achter, denk ik. 13 april is er dus een fax, SNCF blijft meedoen. 7 juni is er een brief van de minister van Landbouw, minister Brinkhorst, aan u. Met een afschrift aan minister Kok. Er moet een interventie plaatsvinden op hoog niveau bij de Franse regering om te zorgen dat of die reciprociteit er komt of dat ze niet meedoen. Herinnert u zich die brief? Dat is een zogeheten blauwe brief. Ik wist het niet meer totdat u in het besloten voorgesprek dat noemde. En ik vind het vrij opmerkelijk dat minister Brinkhorst zich met die hele kwestie ging bemoeien. Oké, okay, maar u kreeg die brief. Hij was aan u kopie conform aan minister-president Kok. Heeft u gedacht, dat is misschien een goede suggestie, neem ik over? Nee, maar we waren al lang bezig met het praten over reciprociteit. Dus dat hoeft de heer Brinkhorst mij niet te vertellen. Dus dacht, waar bemoeit hij zich mee, als ik u zo hoor? Dat heb ik wel gedacht, ja, denk ik. Ja. Dat soort? Ja, ja. Dan gaat er op 8 juni zelfs nog een fax naar de raadsadviseur van het ministerie van Algemene Zaken, van een projectmanager van de HZL, van uw departement, hoe dan die Fransen zou kunnen worden verteld dat ze het eerlijke speelveld moeten accepteren op straffen van uitsluiting als ze mee zouden doen aan de aanbesteding. Weet u daar iets van? Nee. En dan ineens 27 juli. Nee, we doen niet mee als Fransen. Ja, ze voelden niets voor reciprociteit, zoals gezegd, behalve als we al stoommateriaal zouden kopen. Maar u is niet bekend of minister-president Kok toch nog iets gedaan zou hebben of dat u iets gedaan zou hebben. Nee, dat moet u aan minister-president Kok zelf vragen, dat zou ik niet weten. Het zou een bekwaam stukje powerplay zijn geweest om ze eruit te duwen. Ja, maar uiteindelijk hebben die Fransen zijn wel de lachende derde geworden met hun Thalie. En dat hebben ze wellicht toen al gezien, zegt u? Ik denk het, ja. Dat was het Franse uitstapje. We gaan nu even stilstaan bij de tariefrestrictie. Dus de discussie rond de beperking van de tarief op het treinkaartje. Want dat is één punt wat bij de onderhandelingen tussen NS en het ministerie ter discussie staat en waar uitvoerig over is gesproken. En uiteindelijk komt er een, zoals het heet, een kanbepaling in dat de tarieven beperkt kunnen worden. Want NS had 60%, zou dan naar 25% worden teruggebracht. En dat die regel zou de overheid kunnen inroepen. Dat NS de tarieven beperkte en dat zou hen dan 47 miljoen opleveren. Dan zou de concessievergoeding mee omlaag kunnen gaan. Op wiens initiatief ontstond die bepaling? De NS. U heeft daar geen enkele... Nee, ik was er niet voor.
Nee, waarom was u daar niet voor? Omdat de opzet was dat de tarieven vrij zouden zijn. We hadden het hier over internationaal vervoer, met ook daarbij shuttlevervoer in Nederland zelf. Waarbij de vergelijking met de luchtvaart natuurlijk sterk opging. En iedereen zou het natuurlijk bizar hebben gevonden als wij een tariefrestrictie in de luchtvaart voor KLM zouden hebben ingevoerd. En net zo bizar vonden wij dat bij het spoor. Omdat als het gaat om het maken van een businessplan, is het juist interessant om te kijken hoe je dure kaartjes en goedkope kaartjes met elkaar vermengt. Waardoor je een sluitende begroting krijgt. Ja, dus dan gaan we niet een star systeem als tariefrestrictie bij invoeren. Ja, maar u heeft wel, ik pak even terug naar het contract wat u aanbood aan de NS in tweede instantie in 1999. Heeft u zelf wel een tariefrestrictie voorgesteld van 30%? Het conceptcontract, dan heb ik het over de tweede kans die NS kreeg. Hoe verklaart u dat dan? Ik weet niet of wij dat in dat contract toen hebben ingevoerd. In het contract, artikel 2.6, staat... Een mogelijkheid van, met een kan. Nee, er wordt een tarieven tot 30%. Dus ja. Daar zit een maximum tarief in. Mm-hmm. In uw eigen voorstel in het contract van 1999. Dus kennelijk stond u er toen anders in dan wat u nu schetst. Nou, daar draag ik geen kennis meer van. Dat staat mij ook helemaal niet bij, dat wij dat toen hebben ingevoerd. In ieder geval is dat niet iets wat met de minister is doorgesproken. Dat is niet wat... Nee. Staat u niet heel... Nee. Omdat ik het wel... Ik vind het namelijk heel onlogisch. Omdat waar het gaat om... Nee, maar het is onlogisch. U heeft dat geschetst natuurlijk vanuit een... speelruimte als vrije ondernemer, dat je kan spelen met tarieven, ja. dat yield management, zoals het in vaktermen heet. Maar even vanuit uw politieke achtergrond, kan ik me wel iets voorstellen bij tariefrestrictie? Nee, dat ziet u helemaal verkeerd. Kijk, ik vind interessant, zoals je in de luchtvaart ziet, als je ver van tevoren een ticket boekt, betaal je weinig. Als je op het laatste nippertje een ticket boekt, betaal je meer. Als je vanuit het bedrijfsleven vindt dat je business class moet vliegen, betaal je heel veel meer. En zo zou dat bij het spoor ook kunnen. Dus het is aan het spoor om te kijken hoe ze zoveel mogelijk passagiers vervoeren. En dat je dan differentieert naar rato van de doelgroep die je voor ogen hebt. Vakantievervoer, ja. SEQ, vervoer van ondernemers. Dat maakt verschil. En ik vind eerlijk gezegd dat je als overheid niet op de stoel van de ondernemer moet zitten. Dat is iets anders dan wanneer je in het binnenland gewoon ten behoeve van het voorkomen van file-druk op de wegen zorgt dat je een goed een kernnet hebt met prijzen die hanteerbaar zijn. Mm-hmm. Dat vind ik echt iets anders dan internationaal hoogsnelheidsvervoer. Nou zegt de adviesraad vervoer niet opnemen, die tariefrestrictie. Ja. Is toch gebeurd? Ja, op verzoek van de NS. Ja. Waarom heeft u dat gedaan? Omdat het alleen maar geactiveerd kon worden door de overheid en dus niet door NS zelf. En ik in ieder geval voor mijzelf zeker wist dat ik dat niet zou activeren. Dus als zij er aan hechten om dat op te nemen en daarmee de onderhandelingen tot een goed einde konden worden gebracht en je zelf aan het stuur zit van die bepaling, dan alles afwegend kom je dan tot de conclusie, laat het opnemen. Wij zijn degene die dat kan activeren en wij zullen dat niet doen. Het was ook een goede mogelijkheid om toch die tariefrestrictie te doen, om het bod zeg maar, van NS naar beneden te brengen met 47 miljoen. Ja, maar waarom zouden wij dat doen? Zij hadden toch... Nou, dat biedt natuurlijk NS wat meer comfort en het bod wordt natuurlijk minder uitdagend, laat ik het zo formuleren. Het bod was al met 30 miljoen naar beneden gebracht. En op zichzelf vind ik dat als er een winnaar is van een tender, je vreselijk moet oppassen dat je niet zo procedeert dat uiteindelijk je daar zoveel van af onderhandelt, waardoor een andere partij zich sterk benadeeld zou kunnen voelen. Dus ik vind het juridisch niet zuiver. Maar u wist
natuurlijk hoe hoog de twee andere biedingen waren. Jazeker. Dat was u bekend. En de een was non-compliant en de ander, dachten de experts dat we in staat zouden kunnen zijn, mocht dat aan de orde zijn, om dat te onderhandelen naar onze voorwaarden. Maar het had, kijk, als u akkoord was gegaan, dan was het 101 miljoen geweest. Ja, maar waarom zou ik dat doen? Nee, even. Ja. Nee, u heeft dat niet gedaan, nee. Helder. Maar als u dat had gedaan, dan was het bod nog ver boven de andere twee geweest. Ja, maar wie had er nou geboden? De NS. Zeker, maar had u de. U wilde dat niet, maar als u dat had opgenomen, dan had toch NS meer comfort gehad? Dat is niet in u opgekomen. Nee, ik was er niet voor het comfort van de NS. Nee, nee, dat mogen duidelijk zijn. Goed, heeft u nog, laten we zeggen, bij die laatste onderhandelingen, want we hebben begrepen dat het heel laat is geworden bij dat artikel over die tariefrestrictiediscussie. Daar zat ik niet bij, hè? Daar zat u niet bij, nee. Maar heeft de heer Korf u nog gebeld? Want ik begrijp dat het tot in de nachtelijke uren onderhandeld is. Kunt u zich herinneren dat er 's avonds nog met u contact is opgenomen om te overleggen wat doen we? Over de tariefrestrictie? Het conceptcontract. Uiteindelijk ben ik akkoord gegaan met het opnemen van die kanbepaling, ja. Ja, maar was het toen al opgeschreven? Ja, maar dat soort details weet ik echt niet, want dat soort details, daar gaat de minister niet over. Nee, maar heeft de heer Korf op eigen houtje gehandeld? Laat ik het dan zo eens vragen. Nee, dat kan niet het geval zijn. Nee, maar hij kan wel zo gehandeld hebben. Luister, ik schrijf het op. We doen het zo en ik leg het natuurlijk voor aan mijn minister, uiteraard. Ja, maar dat kan je niet zeggen. Hij heeft op eigen houtje. Ik bedoel, als je bij dit soort complexe onderhandelingen een projectteam het veld instuurt, dan weet je dat die mensen zijn niets bezig dan het onderhandelen over positie van de staat versus de positie van de Nederlandse spoorwegen. En daar worden allerlei zaken verkend. En uiteindelijk leidt dat tot een resultaat. En dat resultaat wordt voorgelegd aan de minister. En er wordt tegen de minister gezegd, wat vind je ervan? Nee, het gaat mij om de stap daarvoor. Kijk, maar hij heeft nooit op eigen houtje. Nee, maar we hebben hem gesproken. Dit is natuurlijk een majeure beslissing. Ja, het gaat om 1/3 ook van de hele opbrengst. Dus dat is nogal wat. Dus heeft hij, voordat hij zegt, ik ga akkoord met dat voorstel van NS, met u gesproken. Hij kan zeggen, niet. Dit wil NS. Zullen we dat doen, ja of nee? Hij kan nooit akkoord gaan met NS, want de enige die dat kon in dat stadium was ik zelf. Heeft de heer Korf met u gesproken? Luister, NS wil die kanbepaling erin. Ja. En heeft meneer Tuurlijk Korf heeft hij dat u, met diep mij in de nacht of 's avonds gebeld van, luister, dat willen zij erin. Ja. Zullen we dat opnemen, ja of nee? En dat konden we opnemen omdat het zo was dat de enige die dat artikel, want u zegt het is een majeure beslissing, maar dat hangt er maar vanaf hoe je daar tegenaan kijkt. Als de enige die dat artikel kan activeren jij zelf bent en je dat niet van plan bent en je daarmee de onderhandelingen tot een goed einde brengt. En waarschijnlijk hebben ze bij NS gedacht, nou ja, na die Netelbos zit er wel weer iemand anders straks en wellicht is die wat soepeler. Dan komt er zo'n artikel in. Maar ik had dat nooit, en de heer Zalm heeft het vanochtend gehoord, ook niet geactiveerd. Nee, als u dat niet wilt, dan zeg je, ja, waarom heeft u het opgenomen? Omdat je in onderhandeling zit. En het is nou eenmaal zo dat als je onderhandelt, dan geef je en dan neem je. Nee, maar het had ook zo kunnen zijn. Ik zet het maar even, want u zegt, ja, na mij zit er een andere minister en die is misschien voor tariefrestrictie. Ja, nou, dat kan maar allemaal. Het had ook zo kunnen zijn dat minister Netelenbos er in een volgende coalitie ook weer zit als minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Dat wisten we toen al, dat wist het u? Met de PvdA niet zo goed. Nee, maar even, want u schetst dat zelf. Oké, u had er niet veel vertrouwen in, hoor ik al. Maar stel dat u wel was teruggekomen in een andere coalitie, had dat wellicht wel gekund? Nou, kijk, ik vind die hele discussie over de tariefrestrictie niet in die zin niet zo interessant. NS wilde dat graag, wij wilden dat niet. Maar in een onderhandeling is het zo dat er nooit 100% in staat wat je allemaal wilt. Dat geldt voor NS en dat geldt ook voor de staat. En naarmate je meer zelf in de leiding bent van het activeren van zaken die je niet aanstaat, maar de andere partij kan daar niet zomaar zelf over beslissen, is het niet een risicovolle opname. En het leidt uiteindelijk tot het zetten van handtekeningen. Heeft het ministerie van Financiën, heeft die zich verzet tegen die tariefrestrictie?
Ongetwijfeld. Ja, want die denken natuurlijk op langere termijn. Die dachten, na die Nathan Bos zit er straks weer iemand anders. En wie weet wat die doet. Ja, ja, dat weet u wel zeker. Dat een beetje de... De mindset van financiën is altijd zo, hoe meer financiële openingen, hoe slechter het is. Ja, en heeft nou het onderhandelingsteam, laten we zeggen, u heeft ingestemd dat die kanbepaling erin kwam. Ja. Was dat tegen de wil van het ministerie van Financiën en minister Zalm? Nee, want uiteindelijk waren wij het eens. En dat kwam door het woord kan. Nou, Zalm was toch tegen die restrictie? Ja, nee, maar uiteindelijk is hij toch ook akkoord gegaan, heeft hij zijn handtekening toch gezet, net als ik. En dat kwam doordat, nogmaals, degene die dat artikel kon activeren, waren alleen wij zelf, de staat. Ja. U zegt, op dat punt was er geen verschil tussen minister Zalm en mijzelf. Nee. We zaten volstrekt op één lijn. Ja. En het is niet dat ik, dat erin gebracht heb, dan hebben we dat erin. En dan stellen we als het ware minister Zalm voor een voldongen feit. Nee, zo ging ik niet met mijn collega Zalm om. Ja. Maar dan, goed, hij staat erin en zegt ja, maar we hoeven hem niet in te roepen. Dus niks aan het handje. Maar het staat wel in het contract. En dan kan de Tweede Kamer krijgt dan toch een mogelijkheid om dat alsnog in te roepen. Dan zeg je, ja, het staat in het contract dat het kan, doe het maar. Ja, en dan is het aan de minister om te zeggen dat ze dat niet doet. En dan heb je het bekende debat met de Tweede Kamer. Die vindt iets, jij vindt iets en er is een uitkomst. Nee, maar de Kamer kreeg door die kanbepaling toch een extra instrument Zeker. In handen. Om het voor elkaar te krijgen, Zeker. Dat het wel zou gebeuren. Maar dat is dus niet gebeurd. In mijn tijd niet en ook bij mijn opvolgers niet. De Kamer was het er eigenlijk wel mee eens. En was u daar niet beducht voor dat dan alsnog zou gebeuren? Dat de Kamer dat zou... U kent de Kamer. Nou ja, de Kamer vond het ook belangrijk. Kijk ook naar de planologische kernbeslissing. Dat de opbrengst van de HSL dat stevig was. En daar was de Kamer ook mee akkoord gegaan. Dus in die zin hangt het natuurlijk af van de samenstelling van de Kamer. Die wisselt sterk, maar dat geldt ook voor het kabinet. Ja, maar goed, er zat, laten we zeggen, begrotingstechnisch zat hier maar voor 100 miljoen in. Niet voor 148. Nee, maar het bedrijf zelf heeft een bod gedaan, dat blijf ik zeggen. En ik vind dat het bedrijf keurig behandeld is in die verdere procesgang. Ja. In overleg met financiën en ook met de landsadvocaten is dus besloten van oké, we zetten die kanbepaling erin, die tariefrestrictie, en dan sturen we gewoon de dag erna een brief, maar we gaan het niet doen. Waarom is die brief pas, ik moet even kijken naar de datum, ja, pas in april 2002 verstuurd? Ja, uiteindelijk is het zo dat volgens de afspraken dat tot september 2002 er de tijd was om daarover te beslissen. Er moest natuurlijk ook nog met de Kamer gesproken worden over de uitkomst van de onderhandelingen en het verdrag of het contract. En er is ook door NS nog een gesprek met mij gevoerd hierover. Hè, dus de inkt. Wanneer was dat? Na de tekening van het van ja, dus dat is in december nog geweest, in december 2001. Ja, ja. En dat werd ook aangevraagd. Dus dat leidde ertoe dat uiteindelijk in april, maar dus voor september 2002, uiteindelijk de brief aan de heer Dupke is gestuurd van de NS. Ja, maar er zit toch een aantal maanden tussen. Ja. Was dat om toch nog met, want dat beluister ik toch goed, dat u nog wel met de Kamer daarover wilde spreken? Nou, Over die tariefrestrictie. De Kamer kon na tekening van het contract natuurlijk sowieso praten over het contract. Zeker, maar als u een brief verstuurt als minister, luister eens, we gaan dat niet doen. Ja. En de Kamer komt daarna met het verzoek om dat toch te doen. Ja, dat is natuurlijk heel erg onplezierig voor een minister. Ja, maar dat komt wel vaker voor. Ja, maar heeft u om die reden die brief toch maar wat later verstuurd? Nee, er zit geen diepere gedachte achter. Maar waarom is hij dan niet meteen verstuurd? Laten we zeggen nadat u met... Omdat er nog een aantal gesprekken gevoerd zijn, ook met de NS. En met een hele batterij juristen van de NS. Ik kan me dat nog levendig herinneren dat men... moet ik even denken wanneer dat was, want we spreken december tekening van het contract. Dus het zal in januari, februari zijn geweest dat er een overleg is geweest met een hele
batterijjuristen van de NS en de leiding van NS over dit artikel. Dat was in januari, februari, ja, zo in die tijd. Ja. Toen is er nog wel heel veel koffie gezet, om het zo maar te zeggen. Ik dacht het wel, ja. Ja, ja. En wat was daar de uitkomst van? Dat zij vonden dat dat artikel onmiddellijk geactiveerd diende te worden. En ik vond dat dat niet het geval was. Ja, en een hele batterij juristen. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, heel veel. Dus misschien, ja, het was echt een hele kring. Dus misschien wel 3-4 juristen van de kant van de NS die van mening waren dat dit nu toch onmiddellijk geactiveerd moest worden. En ik weet nog dat ik dat zelf heel vreemd vond. De inkt was nog niet droog of men kwam eigenlijk toch de overeenkomst heropenen. En wat was hun argumentatie dan? Wat zeiden die juristen? Geld. Hè, dus gewoon minder geld. Maar NS was in die tijd, trouwens nog wel denk ik, maar in die tijd een behoorlijk financieel stevig bedrijf. Dus op zichzelf hoefden zij zich niet zo druk te maken over die tariefrestrictie. En daarnaast was het zo dat als die zou worden ingevoerd, ze ook minder inkomsten zouden krijgen van de passagiers. Hè. Tenminste, daar ga je dan vanuit. Dus de vraag of ze daar netto veel aan over zouden houden, was nog zeer discutabel. Ja, maar wat was nou hun juridische argumentatie? Was alleen maar geld? Dat denk ik, ja. Dat denkt u? Ja. Ja. Maar ze probeerden u te overtuigen, je moet toch die... Maar het was eigenlijk toch al afgekaart. Ik snap het niet. Dat vond ik ook, maar zij dachten daar kennelijk anders aan. Zij wilden toch eigenlijk, het zat hun toch wel heel hoog, mogen we constateren. Ja, ik vond zelf, kijk, dat hele gedrag van hoe dat gaat trouwens door de hele geschiedenis heen. Het staatsbedrijf NS met het gedrag daarbij, dat daarbij hoort, van linksom of rechtsom proberen wij eigenlijk de dominante beslisser te zijn in dit soort projecten. En het niet verinnerlijken van de verzelfstandiging van 1995, dat was toch wel voortdurend aan de orde. En als ze dan al niet bij het kabinet hun zin kregen, dan ging het via de Kamer. En dat was wel een constante. En dat vind ik eerlijk gezegd ouderwets staatsbedrijfgedrag. Maar er was wel een meerderheid van de Kamer voor die restrictie. Er is ook een motie aangenomen, hè, om toch weer opnieuw met NS te gaan praten. De spreker stond er. Ja, de motie is verschillend te lezen. De motie Veenstra heeft het over. Ja, er zijn twee moties. Ja, je kunt het zo lezen van u moet er nog een keer over spreken. Maar er staat niet dat het hoe dan ook moet worden geactiveerd. Dat staat er niet. Het was een slimme motie. Zo heeft u hem geïnterpreteerd? Ja, ik heb hem nog weer even gelezen vanochtend. Ja, ja, ja. Want het was nog onder uw tijd, hè? Die motie. Deze motie wel, later. De latere niet. Heeft het nog... Ja, is er nog... dat is ook de reden toch dat die brief later verstuurd is? Of speelde er dus ook een ik rol... Ik denk dat er een rol heeft gespeeld dat er nog discussies liepen, ja. Ja, ja, dat is de... Maar er zit geen rijkere gedachte achter. Nee. Een ander punt is nog de garantstelling, de garantstellingsdiscussie. Want is er met u wel eens over gesproken? Want die garantstelling is verhoogd, hè, opgehoogd van 100 naar 200 miljoen. Ja. Dat ook gebeurd is, zeg maar, om een toekomstig faillissement te voorkomen, gezien het zeer hoge bod van NS. Nee, het woord faillissement is nooit gevallen in mijn tijd. Wij kenden ook het bedrijfsplan niet, dus... Ik ging er werkelijk nog vanuit dat als deze raad van bestuur en deze raad van commissaris een bod deden, dat ze wisten wat ze deden. En dat daar een stevig bedrijfsplan onder lag. En het is wel zo dat met betrekking tot het verlagen van de vergoeding als gevolg van het overhevelen van een zeker risico, dat door mijn mensen is uitonderhandeld met de NS vanuit de gedachte dat er dan een meer reëel bod lag ook. En dat ook het werk wat gedaan moest worden door de vervoerder ook beter door de vervoerder kon worden gedaan. Hè? Want de onderhandeling met de NMBS, met de SNCF, ook met betrekking tot zeg maar de frequenties enzovoort, dat is toch echt van de spoorvervoerder en niet van een departement van verkeerwaartse. Ja, ja. U zegt op dit punt van die garantstelling, die 200 miljoen, daardoor ging het bod met 12 miljoen omlaag. Ja. U noemde ook even de
zeg maar, de risico's, de afspraken met betrekking tot de Belgen en de Fransen. Daar stond 8 miljoen tegenover. Ja. Nou, daardoor kon het bod wat omlaag. Ja. Dan werd het een wat reëler bod. Dat hoor ik wel uit uw woorden. En dan lag het bij de vervoerder waar het hoort. Waar het hoort, ja. En dat is ook een goede spelverdeling. Wij hoefden die kosten niet meer te maken en zij natuurlijk wel. Ja. Dan nog even over de inkomsten. Hoe werd dat verwerkt in de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat? De inkomsten van de concessieovereenkomst. Ja, dan vraagt u wat. Dat gaat op de normale... Ja, u was minister. Jawel, maar dat gaat natuurlijk op de normale manier. Op het moment dat je inkomsten krijgt uit een tender, dan wordt dat geboekt als inkomsten. Maar hoe stond je in de boeken? Ik neem weet u dat? Aan, maar u overvraagt mij nu echt waar dat dan precies werd geboekt. Ja. Maar het zal wel bij de algemene inkomsten zijn. Maar... Daar heb ik me echt niet op geprepareerd, hoor, moet ik u zeggen. Nee, nou ja, het is toch wel belangrijk, want begrotingstechnisch... Nee, dat vind ik wat niet. Wat vindt u niet belangrijk? U vindt... Als de staat inkomsten heeft, of ze nou op artikel A boekt of artikel B... het zijn inkomsten voor Verkeer en Waterstaat. Maar om toch het scherp te krijgen... hij zit voor 100 miljoen in de boek, is hij ingeboekt. Ja. Als je nou een niet reële business case hebt, een risicovolle... Nee, maar term die kan ik niet met u delen, een niet reële business case. Want anders hadden wij natuurlijk niet akkoord gegaan. In uw ogen was het een reële business case? Wij konden niet beoordelen wat het bedrijfsplan was van de Nederlandse spoorwegen. Nee, maar kijk, als een business case toch kwetsbaar is, stel dat het helemaal omver was gekukeld... Dus het was helemaal failliet gegaan. Dan had u helemaal geen inkomsten gehad. Nou, wij hadden wel een plan B. En dat hadden wij overigens ook voor de Betuwe-route. Dat op het moment dat er geen vervoerder zou zijn voor dit soort grote projecten... dat er dan een ontwikkelingsmaatschappij door de staat zelf zou worden opgericht. En dat is niet ongebruikelijk, want je ziet ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar men al langer met dit beltje hakt, dat altijd ook de terugvaloptie is, dat de staat het zelf kan overnemen. Ja, dus in die zin waren wij dan niet vervoerloos gebleven als dat uw opmerking was. U zegt, ja, dat was plan B. Ja. En dan zou er ook 100 miljoen zijn binnengekomen. Moeten we dat dan zo zien? Nou, dan hadden wij in ieder geval geld verdiend met de business case die dan gemaakt zou worden. En dat hadden wij natuurlijk slim gedaan. Ja, dat zullen we niet weten. Nee. Ik geef graag het woord aan de heer Elias. Ja, ik had nog een paar vragen, gewoon om het ook wat beter te kunnen snappen. Helemaal op het eind van die onderhandelingen over wat er dan uit gaat komen voor die concessie. Is er een onderhandelteam? Natuurlijk, die doen zelf hun werk. Maar de Korf, die dat leidde, die heeft ons hier verklaard dat hij op een gegeven moment, s'avonds laat of s'nachts, u belde en zei ze willen hoe dan ook die tariefrestrictie erin. Is de enige manier om het te regelen. Laat maar doen. Wat vindt u? Zo ging dat ongeveer, toch? Klopt dat? Ja, en als het dan betekent dat niet NS eenzijdig dit artikel kan activeren, dan is er op zichzelf... niks aan dan. Nee, maar zo is het gegaan. Hij vroeg u vlak voor dat hij zei, we zijn akkoord. Mevrouw Netelbos of Tieneke, ik weet niet hoe de verhoudingen Tieneke waren. Tieneke zei hij. Hij zei Tieneke. Tieneke, dat was 's nachts, begrijp ik? Dat weet u denk ik beter dan ik. Maar het was laat. Ja. Dus de enige manier zullen we het zomaar doen. En we zetten erin, het is een bepaling die kan worden ingeroepen alleen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dus zoveel kwaad kan het ook weer niet. Ja. Laat het zomaar doen. Ja. Heb ik het dan goed begrepen? Ja. Zo gaat dat dan. Dan komt dat erin. En dan blijkt later, heel snel eigenlijk al, dat het de strategie van de NS is geweest. Ja. Om dat element erin te hebben. Ja. En die onderhandelingen te gebruiken of misbruiken, al naar gelang hoe je daar tegenaan kijkt. Om als de wiede weer gaat, dat bod, op grond waarvan de NS gewonnen had van 178 miljoen... weer als de wieden weer gaan naar beneden te onderhandelen. 148 was het al geworden. Er was al een eerdere discussie over geweest, maar ik heb het nu specifiek hierover, om dat weer omlaag te krijgen. Ja. Dat voorzag u niet?
Nee, dat zo opzichtig zou gebeuren, dat voorzag ik niet. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat in de loop van jaren, wanneer er ook ervaring is opgedaan, want er reed nog geen trein. Hè. We hebben het hier over een stadium waarin er nog geen trein reed. Die reed nog niet, maar die reed toen ook niet. En dat maakt dus ook dat er geen enkele ervaring was opgedaan met het verdienmodel. En ik kan mij voorstellen dat op het moment dat blijkt dat alle aannames, want het zijn altijd aannames, en we wisten toen ook niet dat de prijsvechters zouden komen in de luchtvaart. Het is zo goedkoop om nu te vliegen, een paar tientjes. Maar het was dus hun strategie. En dus dat had kunnen betekenen dat je op een gegeven moment zei, oké, de wereld is veranderd en we passen dit toe. Maar dat was toch niet de dag nadat de inkt nog nat was. Dat was heel vreemd. Ja. Want hoeveel zat er precies tussen? Dat werd 5 december getekend. Gaat het straks nog even. Nou, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval. Binnen een maand stonden de heren juristen op de stoep. Ja. Ja. En u zei, ik zie ze nog staan in een soort kring. We zaten aan een ronde tafel. Aan een ronde tafel. Waar? Op uw departement? Bij mij op het departement. En u ziet, ik zie al die juristen nog zitten. Dat was binnen een paar dagen al na ondertekening? Nee, een paar dagen, dat geloof ik niet. Maar in ieder geval. Ja, 1 of 2 maanden, dat weet ik niet precies meer, maar in ieder geval zo. Waarom zat u daarbij? U heeft net uitgelegd dat u die omdat dingen delegeerde top, en zo. En jawel, hier zat u ineens bij. Omdat de top van de NS er ook bij zat. Uit Egaars. Oké. Om de verhoudingen zo mogelijk nog goed te houden. Dan gaan we naar het laatste stukje, meneer Van Gerwen, denk ik. We gaan naar het tekenen van de concessieovereenkomst. Alles is uitonderhandeld en is afgesproken om 12 december 2001 gaan we ondertekenen. En nu wordt begin december wordt deze datum vervroegd naar 5 december. Wat was hiervan de reden? De reden was dat alle onderhandelingen waren klaar. En op het moment dat alle onderhandelingen zijn geëffectueerd, dan kan er getekend worden. Dus aan de minister is gevraagd en ook aan de minister van Financiën kunnen we tekenen op 5 december. En dat hebben wij gedaan. En dat was niet uw idee om het een week te vervroegen? Nee, dat was niet mijn idee. Dat had te maken met de stand van de onderhandelingen. En ik weet wel waarom u dat vraagt, omdat er ook een Kamerdebat gepland was. Ja, er was want de vraag is natuurlijk of er een relatie is met het Kamerdebat, wat op 6 december gepland staat, wat natuurlijk over de concessie ging. Ja, maar daar ligt in die zin geen relatie. Ik had aan de Kamer voorgesteld, om precies te zijn op 16 november, om een vertrouwelijk overleg te hebben over de uitkomst van de onderhandeling. We hadden wel vaker vertrouwelijk overleg. Dit gaat ook over bedrijfsgegevens. Dit zijn niet zaken die je in het openbaar kunt bespreken. Dat geldt ook voor het contract. Hè. Dat is ook geen openbaar stuk. Dat heeft te maken met bedrijfsgeheimen. En dat maakt dus ook dat ik had gezegd tegen de Kamer op 16 november, zullen we nog voordat wij gaan tekenen een vertrouwelijk overleg hebben, zodat we met jullie de ins en outs kunnen bespreken. Daar had men geen behoefte aan. En mijn standpunt is, en dat heb ik later, want de Kamer was behoorlijk gepikeerd natuurlijk, dat op 5 december getekend was en op 6 december zij een overleg hadden, heb ik ook toen gezegd, en dat heeft men uiteindelijk geaccepteerd, de Kamer onderhandelt niet mee. Het kan niet als je zo maandenlang bezig bent met onderhandelen, dat dan een gedachte die nog opborrelt in de Kamer op 6 december, dat het nog weer even wordt inonderhandeld. Zo werkt dat niet. Dus misschien mag ik even. Mag ik even onderbreken, want dat begrijp ik niet. Begrijpt u niet? Nee, u wil op 16 november onderhandelen. Of nee, overleggen met de Kamer, vertrouwelijk. Ja. Daar ga ik vanuit dat de Kamer dan ook nog enige input heeft. Nee, ik had al vaker gezegd, ook voor november, dat waar het gaat om dit soort onderhandelingen in een openbare aanbesteding, onderhandelt de Kamer niet mee. Wat de Kamer wel kan doen, is het bod of de uitkomst goedkeuren of afkeuren. Dat kan de Kamer doen. Nee, maar die had toch kunnen zeggen op 16 november, in beslotenheid, van luister eens, mevrouw Netelenbos, wilt u ook bijvoorbeeld de tariefrestrictie toch maar afspreken, want daar zijn wij in meerderheid voor. Ik ben van mening, en dat wist de Kamer, dat was ook al veel eerder gecommuniceerd, de Kamer kan niet mee onderhandelen. Dat is nou eenmaal als je kiest. Maar wat heeft het voor zin om, laten we zeggen, dan op 16 november aan de Kamer te vragen, wilt u geïnformeerd worden? Ja. Als men
geen enkele inbreng kan hebben. Als dat, laten we zeggen, ook in beslotenheid... Nou, het zou tot geen enkele actie van de Kamer kan omdat leiden. Omdat de Kamer ja of nee moest zeggen, want dat is natuurlijk wel wat speelt. En het helpt natuurlijk altijd wanneer je goed begrijpt... Wat er allemaal staat in dit soort hele complexe documenten. Want het zijn vaak hele ondoorgrondelijke documenten. Dus dat je met elkaar dan overlegt van... kijk, dit betekent dit, dit betekent dat, dit zus en zo... Dat gebeurde wel veel vaker. Maar goed, als nou op 16 november de Kamer had gezegd nee, wat was er dan gebeurd? Dan had ik het toch geprobeerd om ze ervan te overtuigen dat dat... Maar ze volharden? Nou ja, dan was het misschien een moment geweest dat ik had gezegd... dat kan ik niet voor mijn rekening nemen in dit stadium. Dat had gekund. Maar had het ook kunnen leiden tot verder onderhandelen met NS? Nou, dat lijkt mij niet, want het zat zo in een eindfase dat kan niet. Zo werkt dat niet met de onderhandeling. Als wij een weg aanbesteden, want dit is echt niet zo anders dan aanbestedingen die we ook doen over wegen en tunnels en bruggen. Nee, maar als dan Rijkswaterstaat onderhandelt uiteindelijk over een uitkomst, dan onderhandelt u ook niet mee. Dat kan niet. Nee, maar het gebeurt wel vaker dat een minister iets besluit of voorstelt en zegt... Dat kan u nee zeggen. Nee, maar met een kanttekening, mits het parlement het goedkeurt. Ik bedoel, ja, dat maar dat stond hier ook. Dus u had ook kunnen zeggen op 6 december, de uitkomst staat ons niet aan, dus wij keuren maar dit niet goed. Ja, maar er ligt wel een contract wat getekend is. En op 16 november niet. Nee, maar zo zijn de spelregels. Ja, u vond de... En dat heeft de Kamer, want dat heb ik toen natuurlijk ook uitgelegd, want er was discussie over. En dat heeft de Kamer ook geaccepteerd. Ja. Maar mag ik samenvattend op dit punt dan zeggen dat u heeft voorgesteld de Kamer vertrouwelijk te informeren over wat er uit was onderhandeld. Dat de Kamer dat niet gedaan heeft. En ten tweede dat u geen betrokkenheid heeft bij het vervroegen. Zeg maar van 12 naar 5 december, dat u niet daar om nog maar weer die term te gebruiken, de geestelijke moeder van bent. Nee, maar dat gewoon vanuit klaar de ambtelijke zijde is voorgesteld, laten we het een week vervroegen. Ja. Kan het zijn dat de ambtenaren dachten, nou dat is wel handig, want dan hebben we getekend voordat de Kamer daar weer koffie over gaat zetten. Ik weet niet wat ze dachten, maar ze hadden ook wel vertrouwen in mijn relatie met de Kamer. Maar u weet niet of... dat een overweging is geweest van ambtenaren om het een week te vervroegen. Nee. Om dat voor te stellen. Maar uiteindelijk is het altijd zo dat de Kamer kan ja zeggen en nee zeggen, maar onderhandelt niet mee. Dat kan niet bij dit soort complexe dingen. Nee, uw punt is duidelijk. U heeft gezegd van daar gaat het kabinet over, of in dit geval de minister. En dat is niet aan de Kamer. Nou heeft in de dagen voorafgaande aan de ondertekening, heeft NS nog veel, ook nog wel een aantal bezwaren geuit. Dat ging met name bijvoorbeeld over ook het feit dat er met NMBS en de Belgen nog een aantal open einden waren. Zaken die niet goed waren geregeld. En u heeft gezegd, goed, maar dat hadden we uitonderhandeld, dat risico bij hen lag. Maar de Belgen die zeggen, ja luister, er is helemaal met ons is een aantal zaken niet afgesproken. Had u daar kennis van dat NS toch grote bezwaren had? Daar spelen een paar dingen. In de eerste plaats is er al in 1996 een verdrag gesloten met de Belgen over het rijden tot Brussel-Midi. Door mijn voorganger nog. Hè. Dus dat verdrag, dat heeft een... Ja, maar het gaat nou over Breda, Brussel en dergelijke. Ja, maar de Belgen, volgens mij hebben de Belgen het spel fantastisch gespeeld. Ja, dat is mijn analyse. Maar de Belgen hadden verdragstechnisch al een afspraak met de Nederlandse overheid. Vervolgens de vraag hoe dat geëffectueerd moest worden met die 32 treinen en de stops in België, al die dingen meer. Daar hadden we nou juist een korting gegeven voor de concessiebijdrage bij NS, dat zij dat zouden doen vanuit hun kennis van het rijden van treinen. Dus zij zijn daarmee akkoord gegaan. En dat ze uiteindelijk dan misschien dachten, ja, nu staan we ervoor, dat zou allemaal wel kunnen. Maar uiteindelijk leidde dat tot die tariefskorting. Ja, maar er zijn noodbrieven of waarschuwingsbrieven gestuurd vanuit NS. Nog, laten we zeggen, 2 dagen voor de ondertekening. Maar niet naar mij. Op de dag van daar heeft u helemaal geen weet van gehad. Nee, niet naar mij. En bovendien,
het geeft zo nu en dan een weinig professionele indruk aan die kant. Je gaat eerst met iets akkoord, dan vervolgens bedenk je je weer en dan denk je, oh, hoe moeten we dat doen? Nee, maar er was wel een nieuw feit, namelijk dat NMBS heel duidelijk te kennen gaf van luister eens, wij Breda, Brussel, het zal wel, maar daar hebben wij Den Haag, Brussel, het zal wel, maar dat hebben we allemaal niet afgesproken. Wij willen nog discussiëren over de opbrengstverdeling. Ja. Ja, maar dat was toch al, dat zat toch in de afspraak van tariefskorting dat zij die onderhandelingen zouden voeren. En dat lijkt me toch ook niet meer dan logisch. En goed, dat punt is duidelijk van u. Maar hadden de ambtenaren u niet op de hoogte moeten stellen van luister, er zit toch nog wel, laten we zeggen, flinke spanning op de lijn. Discussie tussen NMBS en NS. Maar die moest NS oplossen en NS heeft zijn handtekening gezet. En dat was voor ons natuurlijk toch het signaal dat men akkoord ging. Ja, maar u vond niet dat de brieven die aan Korf waren gericht, dat u daarvan op de hoogte had moeten worden gesteld? Nee, want dit gaat eindeloos door met NS. Dus als een handtekening komen zetten, dan is dat voor ons voldoende. U zegt, nou, het is uitonderhandeld, het is klaar. Dus ook het feit dat die laatste brieven u niet bereikt hebben, dat ook de noodbrieven. Want ik weet ook niet op welk niveau uit dat hele grote gebouw van NS dat is gekomen. En het was nogal een grote organisatie toen. Was u zich ervan bewust dat die vervoersoperatie van NS en KLM, die zij dus voorstellen, dat die alleen in een heel gunstig scenario levensvatbaar zou zijn? Mijn standpunt is en was dat als het bedrijf NS samen met KLM een voorstel doet, dat je er mag van uitgaan dat dat een verantwoord voorstel is. Ja, maar is dat niet wat te makkelijk? Nee, vind ik niet. U moet toch beoordelen of degene die biedt, of dat een reëel bod is? Ja, maar de proof of the pudding is in the eating. Dus het straks gaan presteren en het rijden, dat had moeten aantonen dat zij dat voor elkaar kregen. En je zou ook verwacht kunnen hebben dat toen de handtekening werd gezet, zij als de wie de weerga gingen zorgen dat zij treinen gingen bestellen, dat zij gingen doen wat was afgesproken. En dat heeft nog jaren geduurd. Maar er lagen berekeningen, toen de tijd al. Bij NS dan zeker. Nee, berekeningen van dienaren van u, waarin stond dat de kans, laten we zeggen, dat was een 50% kans, zeg maar, een grote kans, toch een major risk, ik noem het nog maar een keer, dat het bijvoorbeeld in 2011 failliet zou zijn. Ja, maar dat was van een externe adviseur, geloof ik, of van een medewerker. Maar vanuit de beoordelingsteams, vanuit assessmentsteams, werd die informatie aangedragen. Maar niet vanuit het tenderbord, niet vanuit de landsadvocaat. En uiteindelijk is het zo, nogmaals, ik vind dat een volwassen bedrijf dat zelfstandig was, dat naar de beurs wilde, dat ambities had in het buitenland, dat ook heeft waargemaakt hier en daar, dat je er toch van mag uitgaan dat ze weten wat ze doen. En ik ga niet als een soort moederkloek denken van zouden zij nou wel weten wat ze doen? Dat zou toch heel ernstig zijn? Ja, dus u zegt zij hebben in volle verstand dat bod gedaan. Zij moeten en ze staan boontjes, voor een handtekening. Ze moeten de boontjes doppen. Ja. Goed, als ik nou terugkijk op die periode, of als wij terugkijken, dan heeft het toch ook wel iets van dat er, ik weet niet of u dat ook vindt, dat er aan beide zijden toch wel stevig aan toeging dat er hoog spel is gespeeld. Wat betreft de onderhandelingen over hoge snelheidsvervoer, onderhandelingen zijn altijd stevig. En dat is op zichzelf niet abnormaal. Je ziet nu ook bij wegenbouw met nieuwe vormen van contractvorming dat sommige wegenbouwers daar ook het heel moeilijk mee hebben. Dat komt allemaal voor. Wat speelde in die tijd is dat NS zelf in opperste verwarring was. We hadden, nogmaals wat ik zei, autonome binnen de organisatie die niet luisterden naar de directie van NS. We hadden de ene staking naar de andere. We stuurden bemiddelaars het veld in, zoals Stekelenburg en Blanker, die nog nooit zo geschoffeerd zijn, die ook de opdracht aan mij teruggaven van in zo'n situatie wensen zij niet te bemiddelen. Door wie werden zij geschoffeerd? Door de NS. Door de directie?
door de partijen bij NS, dat zal niet alleen de directie zeggen, in ieder geval die twee grote polderaars die kwamen met stoom uit hun oren bij mij terug en zeiden, ik geef de opdracht tot bemiddeling van het conflict maar, terug. Maar ik neem aan dat die polderaars toch ook zaken deden met de directie van de NS. Zeker, en zeker. Ook met, okay. met de bonden. En maar de bonden. Zij kwamen in ieder geval niet verder. Toen heb ik professor Peters gebeld. Maar zij voelden zich nog even geschoffeerd door NS. Ja, door de hoofdrolspelers in dit conflict bij NS. Ja, maar je hebt, u noemde ja, de vakbonden. Ja, maar dat is een complex, dus niet alleen maar wel vanuit NS. Ja. Toch even om het scherp te krijgen. Dus zij kwamen daar niet verder. Toen heb ik de Belgische professor Peters gevraagd te interveneren. En die werd geframed dat hij geen professor was. Dus die zei ook, waar heb je me nou naartoe gestuurd? Dus die gaf op een gegeven moment ook zo. Dus het was heel ernstig in die tijd. En dat kleurt natuurlijk ook de verhoudingen. En nogmaals, wat ik aan het begin zei, ik trof een verzelfstandig NS aan zonder enige contractuele relatie. Ik vond dat zelf ook een echte politieke lijk in de kast, in die zin, je gaat toch niet een bedrijf verzelfstandigen zonder dat je regelt hoe de verhoudingen zijn. Dat was niet geregeld. Dus dan zei men tegen mij, jij moet er iets aan doen. En dan was ik afhankelijk, omdat ik geen formele relatie had van de goede tierendheid van NS. En dat liep niet altijd goed af. Ik heb zelf ook als de wie de weer ga begonnen met een nieuwe spoorwegwet. Binnen mijn departement was er ook nog een strijd tussen de marktdenkers enerzijds die vanuit EZ in het departement waren gehaald en de meer openbaar vervoers collectieve denkers. Nou, heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat die marktdenkers van het dossier zijn afgezet. Maar dat was de situatie. Dus dat was ook gewoon een hele complexe tijd. En in die periode zijn we ook nog bezig met die tender. Nou ja, ik zie dat de stoom nog een beetje uit uw oren komt uit het was van die periode. Nou, het was eigenlijk tragisch wat er allemaal gebeurde. En het was ook kijk, nu heeft de minister natuurlijk weer een formele relatie. Ze heeft een keurige wet. Die wet hebben wij gecomponeerd. Maar dat was er allemaal niet. Dus het was ook een hele transitieperiode. En u ziet nu ook bij PGB en zo, dat transities zijn altijd verschrikkelijk ingewikkeld. Goed, geef het woord aan de heer Elias. Dan komen we helemaal op de eindfase eigenlijk. Is het juist dat u, de heer Timmer, op 31 december 2000 in zijn functie als president-commissaris gevraagd heeft om NS-directeur Huizinga te ontslaan? Dat is juist, ja. Waarom vroeg u hem dat? Ik vroeg hem dat omdat de conflictsituatie binnen de NS met stakingen en ook niet het op tijd rijden, dat maar niet tot een oplossing kwam. In de Tweede Kamer is mij menigmaal gevraagd om de heer Huizinga te ontslaan. Ik heb daar lang weerstand tegen geboden, gezegd, wij gaan hier niet over het ontslag van de directeur. Maar door het hele complex van ongenoegen ten aanzien van de prestaties en de kwaliteit en het opnieuw niet halen van wat men plechtig had beloofd, de prestaties van het op tijd rijden, was het uiteindelijk de druppel die ertoe heeft geleid dat toen de Kamer opnieuw zei, je moet er iets aan doen, want dit accepteren wij niet. Toen hebben wij de conclusie getrokken op het departement dat het toch maar beter was wanneer de heer Huizinga het stokje over zou geven aan iemand anders. Maar die druppel was feitelijk 0,1% non-precisie in de... Ja, maar als je dat zo isoleert, dan is het natuurlijk bespottelijk. Maar in het complex van de grote conflicten en de stakingen is het net een druppel na plechtige beloftes uiteraard die uiteindelijk leidt tot zo'n situatie. Gelet op ons onderzoek is de vraag op zijn plaats of de verwikkelingen rond de hoogsnelheidslijn Zuid daarbij een rol speelden of niet. Nee, absoluut niet. Dat heeft er verder niet zoveel mee te maken. Het resultaat was wel dat de hele Raad van Commissarissen, waarvan de rest aan de overkant van het spoor in een ander hotel zat te wachten, dezelfde dag nog opstapt. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik had toch verwacht dat zij begrip zou hebben voor de enorme maatschappelijke onrust die er was ontstaan over het rondje om de kerk en staking en autonomen enzovoort. En dat men ook met mij samen zou willen zoeken naar een oplossing. Ja. Wat ingewikkeld blijft is natuurlijk toch hoe in het pleidooi dat u ook hier weer gehouden heeft voor een zelfstandig opererend bedrijf dat zelf de broek ophoudt, combineert met het feit dat je toch als politiek zegt,
gooi de hoogste mannen maar uit. En dat dan vervolgens de Raad van Commissarissen dat weigert en opstapt. Ze moesten hun eigen broek ophouden, dus je kan ook de vraag stellen, waar bemoeide u zich mee? Ja, maar ze hadden wel een, wij waren wel zeg maar de enige aandeelhouder. En zijn het nog steeds. En zij hadden wel afspraken met ons gemaakt die ze niet na konden komen. Ja. Maar het gevolg was dat bij dat zelfstandige bedrijf ANS uiteindelijk een oud politicus voorzitter van de Raad van Commissarissen werd. Ja, en vier topambtenaren ook in die Raad van Commissarissen kwamen. Nou, dat zijn toch feiten, mevrouw Nijtlerbos? Jawel, maar die oud-politicus was al heel lang geen politicus meer. Want die had natuurlijk bij de Rabobank zijn sporen verdiend. En het feit dat topambtenaren, dat was echt maar een hele tijdelijke oplossing. Omdat in die situatie NS niet kon functioneren zonder Raad van Commissarissen. Maar dat was echt maar een noodgreep. Okay. Ik had nog één vraag openstaan uit het verhoor eerderop. Bleef ik nog even bij hangen. Dat ging over die kwestie dat beloofd werd in die concessieovereenkomst die er dan zou komen voor de NS. Dat de NS zei, wij zorgen dat we in 93 minuten naar Brussel kunnen rijden. Ja. Er waren op uw departement intern berekeningen gemaakt dat ze dat een reële kans bestond dat ze dat niet zouden halen. Die werd op 50% geschat dat de kans bestond dat daardoor er aanmerkelijk minder werd verdiend. Sterker nog, dat dus heel HSA al in 2011 failliet zou gaan. De heer Van Krieken heeft dat hier ook voor de commissie verklaard. Die gegevens waren bij uw projectdirectie bekend. Die waren niet bij u bekend. En daarnet zei u, ik had dat wel moeten weten eigenlijk. Als u dat geweten had, had u dan gezegd, ja, als ze niet kunnen leveren wat ze beloven, als dat blijkt uit onze gegevens, dan moeten we het maar niet doen. Ja, maar nou kun je met een schatting van 50% eigenlijk niks. Want dat betekent dat de kans dat het wel lukt is 50% en de kans dat het niet lukt is ook 50%. Nou, dat is natuurlijk een enorm dilemma, om daar dan het juiste standpunt in te betrekken. En als wij hadden wel afgesproken met de NS contractueel dat zij gingen over het materieel, en zij waren akkoord gegaan met die 93 minuten. Dus je mocht er toch van uitgaan dat zij zouden leveren. En als zij niet zouden leveren in de praktijk, want dit is allemaal nog maar het voorspel met betrekking tot het straks laten zien dat je het kon. Dan had natuurlijk ook de overheid sancties kunnen. Ja. En daarover zou weer opnieuw worden onderhandeld. Dat en was de stelling misschien van nog de heer Korf. Over dat faillissement. Ik vind dat. Die meneer Van Krieker die had ook geen inzicht in het bedrijfsplan van de NS. Dus ik vind het wel altijd opvallend dat mensen dan al iets weten wat niet geweten kan worden. Want je had toch kunnen veronderstellen dat NS met al die zware mensen die daar in de Raad van Commissarissen en in de Raad van Bestuur zaten, wisten wat ze deden. Meneer Van Krieken was door uw eigen departement gehuurd, juist om kritische massa en tegengas te geven. Ja, maar dat je dan weet dat in 2011... Nou, sorry hoor. Maar even terug naar mijn vraag. Als u dat geweten had, dat er een serieus en reëel risico was, dat de NS niet kon waarmaken wat er werd beloofd, wat had u dan gedaan? Ja, maar nogmaals, ik zei met een inschatting van 50% kansberekening kan je niks als minister. Nee, maar goed, stel dat was de situatie. Ja, maar stel dat was de situatie niet. Dat was de situatie. Nee, stukken waren op uw departement bekend. Ja, maar 50% is toch maar 50%. Zeker, maar mijn dus vraag het had is, ook zomaar wel gekund. Ja, maar mijn vraag is dus, als u dat geweten had, met die onzekerheidsmarge van 50%, had u dan ook gezegd, ja, ga maar gewoon door? Ja, ik vind die vraag niet te beantwoorden, omdat hij zich niet voordeed. Nou, hij is op zich wel te beantwoorden. Ik vraag u nu wat u dan gedaan zou hebben. Maar het gaat om kansberekening van 50%. Daar kun je niet veel mee. Want de kans dat ze, als wij dan zeggen, jullie halen het niet, zeggen ze, hoezo? Het gebleken is dat hij wel gelijk heeft gekregen. Nee, want er rijdt helemaal geen hoge snelheidstrein op de HSL. Maar de boel ging wel failliet als er niet door de... Ja, omdat er niks rijdt. En, ja. Ja, maar waar ligt dat dan aan? Goed, ik moet niet met u in discussie gaan. Ja. Dat is niet goed. Mijn vraag aan u is dus, u zou dat met de kennis van toen en die stukken die er lagen, had u de beslissing
Niet anders genomen. De heer Vergerven. Ik wou nog even kort vragen aan u. U vindt dat de heer Huizinga vervangen moet worden. Ja. En u heeft de redenen geschetst. Dat heeft u aan de NS-raad van commissarissen laten weten. Dat was al voor de ondertekening van de concessieovereenkomst. Dat was voor 5 december 2001. Nee, want ik heb met de heer Timmer gesproken op 31 december. Maar de heer Pans heeft eerder gesproken namens u met de Raad van Commissarissen. Maar niet voor... Het zou mij verbazen als dat voor 5 december was. Dat was volgens mij niet zo. Dus dat speelde later. Dus de hele discussie rond het aftreden, dat is wel gebeurd nadat de concessieovereenkomst is getekend. Kijk, die data, dat is natuurlijk allemaal met 15 jaar in de data altijd lastig. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat daarvoor al bekend was. Nee, dus dat... En het beeld dat de heer Timmer schetste, dat met hem niet beargumenteerd is waarom dat moest zijn. Nou, daar herken ik me helemaal niet in. Wij hebben op oudejaarsdag daarover gesproken. Er was een voorwaarschuwing ook al van de kant van de heer Pans. En als je niet begreep dat op het moment dat het parlement menigmaal riep om een andere leiding bij de NS, dat je dan niet begrijpt dat dit uiteindelijk een keer moet gebeuren, ja, vind ik wereldvreemd. Maar goed, dat is eigenlijk in de maand december gebeurd. Ja. Is uw, wat u zich kunt herinneren. Wat ik me herinner, ja. Geef het woord aan de voorzitter. Mevrouw Netelenbos, we komen zo langzamerhand tot een afronding. Ik wil u nog een paar kleine dingen voorhouden. In juni 2011... bent u ook in het NRC vrij stevig over de NS, zoals u ook vandaag op een aantal punten wel bent geweest. U heeft zich vrij stevig uitgesproken over de onjuiste move in uw beleving, dat het hoge, dat het hoofdrailnet wordt geïntegreerd in de HSL. En u pleit ook, gelet op wat er allemaal is gebeurd, voor een nieuwe aanbesteding. Ja. Kunt u daar nog iets over zeggen, hoe uw oordeel luidt? Nou ja, eigenlijk moet je constateren dat datgene wat NS aan ons voorstelde in eerste aanleg, namelijk dat IC Maxbot, dat ze dat nu feitelijk hebben geëffectueerd. En dat is, daar hebben ze wel lang over gedaan, maar dat is natuurlijk toch behoorlijk wonderbaarlijk, omdat daarmee niet werd voldaan aan de intenties die in de planologische kernbeslissing vastlag met betrekking tot de rol en functie van de hoogsnelheidslijn. En wij toch geen enkele spanning meer in het dossier houden met betrekking tot prestaties. En ik vond dat jammer. Ik denk als jij een tender wint en je bakt er niks van, dan zou je eigenlijk opnieuw een tender moeten uitschrijven, waardoor partijen die wel presteren op het hoge snelheidsvervoer kunnen meedoen. Dus dat was eigenlijk mijn opvatting en dat is het nog steeds. Ik vind het jammer dat het zo gegaan is. Ik vind dat wij geen enkele rol van betekenis vervullen met betrekking tot het hoge snelheidsvervoer in Europa. En dat de Thalys met dus België en dus de NMBS en de SNCF, die zijn de lachende derde. Want u had het over prijzen van kaartjes, maar ik weet niet of u wel eens met de Thalys rijdt, maar die kaartjes zijn behoorlijk aan de maat. En het zit altijd stamp en stamp vol. En dat betekent dat concept, dat er ontzettend veel behoefte aan is, en dat wij daar geen rol van betekenis in spelen, zit mij dwars. Want ik had dat graag anders gezien, zoals u heeft gemerkt. Nou doen wij onderzoek naar waarom het beoogde vervoer over de HSL niet tot stand is gekomen. Wij vinden het daarom onze plicht, ook in opdracht van de Kamer, om te kijken wat was dan dat beoogde vervoer, hoe is dat gegaan? Dat hebben we vandaag daarna besproken, denk ik. Maar zo gaandeweg ons verhoor bespeurden wij bij u nog een hartekreet. Ja. En ik denk dat het goed is als wij u ook de gelegenheid geven om die hartekreet even te uiten. Ja, dat gaat over het volgende. Ik vind dat een frame gezegd van omdat NS zoveel heeft betaald voor het mogen rijden op de hoge snelheidslijn, moesten ze wel een goedkope trein kopen. En dat nu is een grote onzinredenering, want in de allereerste plaats ligt het probleem niet bij de kosten van een trein, maar bij het ontwerp van de trein. Want het bouwen van hoge snelheidstreinen die 220 kilometer en later 250 kilometer, want ze zijn later
opgeschoven naar 250 kilometer. Dat was niet, zeg maar, de expertise van Siemens en Alstom, dat soort bedrijven. Dus die bouwden niet dat soort treinen, want die reden 300 kilometer. En vervolgens moest dus een bouwer van een trein een nieuw ontwerp gaan maken. En vervolgens vonden de gerenommeerde bouwers vonden voor de order die NS uitzette, daar hadden ze geen trek in om daar een nieuw... Maar waar, ik ga u toch even ontdekken. Ja? Waar baseert u op wat u nu allemaal aan feiten presenteert? Nou, omdat... Dat de gerenommeerde bouwers dit en dat toch even... Wij zijn een onderzoek aan doen, maar ik begrijp dat u het allemaal al weet. Ja, er is al heel veel bekend natuurlijk. Okay. En u praat ook met die bedrijven, neem ik aan. Maar zeg maar, als je... Nederland koopt vaak niet van de plank en dan gaan er problemen ontstaan. En gaan er complexiteiten ontstaan. We zien dat niet alleen bij het spoor, maar ook bijvoorbeeld bij systemen als C2000 of ICT. Zo gauw je zeg maar iets wilt wat niet gangbaar is, gaat er een probleem ontstaan. En omdat NS ook een leasemaatschappij heeft in Ierland, is de gedachte van wij moeten een goedkope trein hebben vanwege het feit dat we zoveel hebben geboden voor het mogen rijden, is echt een onzinredenering, omdat in een leasecontract, afhankelijk van over de jaren waarop je je lease ordent, de druk op je balans toeneemt of afneemt. Hoe korter, hoe duurder, hoe langer, hoe goedkoper. En daarnaast was het ook zo dat NS zeker geen armlastig bedrijf is en was. Ik vind het een frame en ik vind het wegdrukken van je verantwoordelijkheid dat je uiteindelijk met het bestellen van de treinen risico's hebt genomen die je wellicht beter niet had kunnen nemen, maar dat zeker niet de schuld bij de overheid ligt. En ik zou het ook jammer vinden als we het weer zo ordenen dat de overheid het weer zo organiseert dat het lijkt alsof wij die treinen hebben besteld. Dat hebben zij willen doen, contractueel. Uitgesloten dat de overheid zich ermee mag bemoeien. En het begrip kosten was geen dominant thema. Dat kon niet anders. We hebben een onderwerp met meneer Zalm besproken. Namelijk dat toen het ingewikkeld werd bij HSA, dat de vraag kan worden gesteld, had de NS zelf een oplossing moeten bieden? Hoe kijkt u daar dan naar? Of oplossing moeten bieden voor? Omdat het met HSA ingewikkeld ging. Ja? Financieel ingewikkeld ging, of dan de NS Tuurlijk. Als moederbedrijf had moeten oplossen? Was Tuurlijk. Het daarop uw visie? Ja, dat hadden zij moeten oplossen. En hetzelfde geldt overigens voor de KLM, die wat uit beeld blijft. Maar die hadden misschien ook iets actiever moeten zijn. Maar dan hebben we dus wel in 2001 een concessieovereenkomst gekregen, waarin werd afgesproken dat er in 2007 hoge snelheidsmaterieel zou rijden. Ja. Heeft de Vira kort gereden en is korte tijd later van het spoor gehaald. Dan zou ik toch wel graag van u willen weten, wat zou u vanuit uw positie in der tijd nou hebben kunnen doen om te voorkomen dat dit is gebeurd? Wat zijn voor u nou de lessen? Kijk, de trein is besteld 3 jaar nadat ik al weg was. Hè? Dus en misschien hadden we niet in het contract moeten opnemen dat uitsluitend de NS over het materieel ging, zodat wij iets meer ook mee konden sturen. Dat had misschien uitgemaakt. Maar voor het overige vind ik toch dat een spoorwegbedrijf niet alleen maar nationale ambities moet hebben, want feitelijk hebben ze dat nu ingevuld, maar ook internationale ambitie. En daar is gewoon een soort... dat is gewoon niet georganiseerd. Mm. En dat... Daar is misschien ook onvoldoende visie op. En het beeld dat wij vanmorgen van meneer Zalm kregen, dat u misschien wel spijt had van die oranje combinatie? Nee, ik heb het al gezegd vanmiddag. Had men maar naar mij geluisterd, dan hadden we nu gereden. Oké. Okay. Nou, laat dat dan een mooi slot zijn voor u. Dacht het wel, ja. Okay. Dan denk ik dat het moment daar is om dit verhoor te sluiten. Bij deze, bedankt.